Dit is de podcast op Bietenschap Bericht. Wij zijn duiden op on wat heden betiegt. En wij zijn nog niet voor God op zich geswicht. Dit is het Nerdland. Nerdland. Met uw voorzicht. Met uw gastheer Lievenscheire. Dankjewel, Els. Ja. Welkom iedereen bij alweer een nieuwe aflevering van het Nerdland Maandoverzicht. Wij zitten hier samen op 25 september. Wij kijken terug op het wetenschapsnieuws dat ons de voorbije maand het meest is opgevallen. En we hadden direct al een leuke jingle, Els. Ja, ja, ik heb die gekregen van Bart Ketelaere. Dat is blijkbaar een film- en tv-composer bij VRT. Ik wist niet dat we dat hadden. Ja, zo ergens achteraan in lokaal 4L38. Ja. Zitten er nog mensen met echte talenten? Ja, cool. Die had mij dat dus doorgestuurd. Die heeft een plugin gevonden in zijn audiobewerkingsprogramma waar je een licentie kunt pakken op een zangstem. En die heeft dit dus gemaakt, volledig met AI. Oké. Okay. Dus, en was dat een programma dat de Nederlandse taal... Daarom dat het van de Oppenheimer Nederlands was. Want dat is eigenlijk zo fonetisch in het Engels, niet Nederlands. Er zijn weinig programma's op de VRT die de Nederlandse taal machtig zijn. Ik wist niet dat het ging komen. Ik dacht echt dat Johnny Trash een beroerte had gehad. Dus alle stemmen waren AI gegenereerd. Het is één stem, denk ik, die gewoon... Dus hij geeft de noten in, hij geeft de timing in, hij geeft de tekst in en dan komt dit eruit. Maar dat is wel veel werk, want die heeft echt klank per klank van Nederlands omgezet naar... Hij had er een filmpje bij gedaan, hoe dat hem dat doet. En je ziet echt zo gelijk een klavierke van een piano, waar dat hij zo blokjes insleept. En het zal ook wel zijn gigantische talent zijn, maar dat ging eigenlijk wel goed vooruit. Ah ja. Oh. Prachtig. Ja. Nou. Voilà, daarmee hadden we eens een alternatieve jungle. Maar ik heb jullie nog niet voorgesteld, want hier bij mij zijn Hetty Helsboortel, Bart van Peer, hello. Els Aerts, ja, hallo. En Jeroen Baert. Hoi. En wij gaan dus terugkijken op het wetenschapsnieuws. We kunnen al beginnen met... mogelijk gigantisch nieuws, maar de kans is klein. Heb ik het nu goed omschreven? Ja, ongeveer. Ja. Wat de vorige keer hadden we LK99. Misschien is er supergeleiding ontdekt. Ah, ja. En goed, de kans is niet zo groot, maar als het waar is, is het enorm nieuws. Voor de eerste keer bij de James Webb-telescoop zijn er signalen opgevangen van gassen rond een planeet die mogelijk op leven zouden kunnen wijzen. Ik heb nu genoeg voorwaardelijke werkwoorden gebruikt om dit nieuws te mogen brengen. Hetty, wat is er precies gebeurd? Ja, een exoplaneet, die heet heel sexy K2-18b. Het lijkt wel een kind van Elon Musk. Ja, die draait rond een rode dwerg. En die rode dwerg, die ster, dus die heet K1218. Dus dat zal gewoon de tweede planeet zijn in afstand. Die Sherlock. Tegen dat ze dan die benamingen kwamen, waren ze het echt beu. Echt, hè? Nee, het is een ster op ongeveer 120 lichtjaar van hier. En inderdaad, een aantal jaar geleden is die ontdekt geweest. Hè. In 2015 heeft de Kepler-telescoop die exoplaneet ontdekt. In 2019 werden daar al grote hoeveelheden waterdamp in de atmosfeer verondersteld door berekeningen. Dus vandaar dat James Webb wel specifiek focust op die exoplaneet. Dus de H2O hadden ze al... gespot. Vermoedens daarvan. En nu heeft James Webb inderdaad in die atmosfeer sowieso met zekerheid methaan, dus CH4 en koolstofdioxide gevonden, CO2 en misschien dimethylsulfide. En dimethylsulfide is een stof die hier op aarde alleszins alleen maar kan geproduceerd worden door leven. Door fytoplankton in marine omgevingen. Maar dat moet allemaal nog bevestigd worden. Ja. Het ding is wel, het is een planeet in die zogenaamde leefbare zone rond een ster. Waar vloeibaar water voor mogelijk, kan komen. Voilà, inderdaad. Hij is redelijk groot. Het is een soort mini-Neptunus. Weegt ongeveer 8 keer zoveel als de aarde en is ongeveer 2,5 keer zo groot. Dus ja, het is wel... Soms zeggen ze superaarde, soms zeggen ze mini-Neptunus. Sub-Neptune in het Engels. Sub-Neptune. Klinkt wel goed. Ja. Sub-Neptune. Ik ga even een man in de straat spelen. James Webb heeft dat gezien, maar dat is niet optisch dat hij dat gezien heeft. Nee. Die planeet passeert... Elektromagnetisch. Hou het simpel. Een man in de straat. Die planeet passeert voor de ster waar ze ronddraait. Zo is ze ook gedetecteerd trouwens, omdat er een val is in lichtsterkte, heel lichtjes. Ja. Van die ster, inderdaad. En nu passeert dat zonlicht van die ster ook door die atmosfeer van die planeet. En daardoor, in heel simpele bewoordingen, vervormt dat licht een beetje, omdat dat interageert met die mogelijke gassen in die atmosfeer. Gigaspectroscoop eigenlijk. Ja, inderdaad. Ja. Maar dat vind ik dan wel weer... Ik ben een heel slimme man in de straat. Ik
Dat vind ik dat wel weer boeiende kwantummechanica is het eigenlijk. Hè? Dus moleculen, als daar een heel spectrum, als daar het hele spectrum van de regenboog van licht opvalt, moleculen kunnen hele specifieke frequenties absorberen. En dus als specifieke kleurtjes. Ja, voilà. Ja. Als je licht van alle kleuren samen door een bepaald gas stuurt en achteraf vang je dat licht op en je kijkt welke heel specifieke lijntjes van frequenties zijn er weg, dan kun je gewoon bepalen wat er allemaal in dat gas zit. Het omgekeerde is ook waar. Bij bepaalde gassen, als je die elektrisch stimuleert, dan vallen die terug naar een lagere energietoestand en sturen die een heel specifiek kleur licht uit. Bij TL-lampen wordt dat spectrum nog breder gemaakt door wat fluorescerende stoffen. Maar helium is zo ontdekt, hè, in de zon. Ja. Ze zagen plots een lijn in het lijnenspectrum van de zon. En plots in de jaren 1800. Maar omdat dat hier op aarde nog niet gespot was, zeiden ze, dat is iets dat alleen in Helios voorkomt. In de zon voorkomt. Ah, Helios, vandaar kijk eens aan. Inderdaad, ja. dat element helium genoemd is. Dus ja. Toen wij jong waren, kinderen, had vroeger zo die oranje straatlampen. Dat waren natriumlampen. Ja. Ja. En die zonden heel specifiek één oranje kleur. Ja. Onder die lampen zag alles er dezelfde kleur uit, omdat dat maar één kleur uitstuurde. En dat waren natriumontladingslampen. Maar dus, James Webb, wisten ze, hij was een van de grote redenen om die naar de ruimte te sturen, die kan in die atmosfeer gaan kijken naar bepaalde stoffen. En het is altijd het grote doel geweest om stoffen te ontdekken waarvan we denken dat ze alleen door leven kunnen geproduceerd worden. En ja, van dat methaan wordt dat ook gezegd dat dat eigenlijk niet stabiel zou blijven zonder een constante toestroom. En of dat die bron dan geologisch of biologisch is, dat is dan altijd de vraag. Maar methaan hebben we toch al op manen gezien ook, hè, niet? Of ben ik verkeerd? Ah, wel, nu dat je het zegt, ja, inderdaad. Of is dat methaan? Het is dat dimethylhuppeldepup. Er zijn de verschillende. Dus zuurstof sowieso. Hè. Ja. Zuurstof is iets wat onmiddellijk reageert met van alles en verdwijnt als er geen constante bron van is. En bij ons zijn dat de planten, natuurlijk. Maar ik denk dat als je veel methaan ziet, dat je ook ergens kunt gaan vermoeden van daar moet ergens een bron van. Ja, titan volgens mij. Ik denk dat je gelijk hebt. Dat is juist, ja. Titan heeft inderdaad een atmosfeer en oceanen van methaan. Kan James Webb daar nu verder op inzoomen om meer informatie te krijgen? Of is dat basically... Het ding is, die resultaten nu zijn eigenlijk de resultaten van twee passages van die exoplaneet voorbij de ster. Dat zijn zeer voorlopige data. Ondertussen zijn er al veel meer passages geweest. Die data zijn al binnen en worden nu geanalyseerd. Dus zeer binnenkort weten we daar heel veel meer van. Is het een planeet met een heel kort jaar dan? 33 dagen. Oh, kijk, voilà. Ideaal, joh. Ja. Een jaar van 33 dagen. Dat is veel taart eten, hè, op je verjaardag. Jongens, toch. Ja, elke overschotjes. Maand. Vandaar al dat gas waarschijnlijk in die atmosfeer. Elke maand jarig. Ja, voilà. Okay. Zeg, zijn jullie het eens dat ik zou de James Webb-telescoop eigenlijk vanaf nu graag de kolonisten van Catan-telescoop willen herdopen? Ah, voor die zeshoekjes. Ja, dat heeft echt exact de vorm van het speelbord. En aangezien dat er zo wel een beetje discussie is, ik moet jullie dat niet uitleggen, denk ik, over de naam van de James Webb-telescoop, vind ik de kolonisten van Catan-telescoop vind dat echt... Ja, maar het probleem, Bart, is dat... Kolonisten is ook wel niet helemaal. Ah, ja, dat is juist. Dus ja, maar wacht, ze hebben het zelf ook aangepast. De Catan. De Catan-telescoop. Ja, de Catan-telescoop. De Civilization 5-telescoop. Wat is er mis met Honingraad? Eentje voor de liefhebbers. Wat is er mis met Honingraad? Saai. De gouden hexagonale plaatjes-telescoop. Alright, maar kijk, iets dat we zeker in de gaten gaan houden, zou kunnen enorm nieuws worden. Maar dat is dus... Of ook niet, hè. Dat is inderdaad altijd. Ja. En ik ben soms een beetje bang dat we met al die misschien en mogelijkheden zo wat... Stel dat we het over 5 jaar echt ontdekken, dat echt leven, dat we gaan zeggen, was dat niet, wisten we dat niet al 5 jaar of zo? Je bent nu al aan het denken aan onze scoop van de... Aan ons nieuws van de echte ontdekking. Ja, voor mij persoonlijk, al vanaf de lancering van James Webb, en zeker omdat ik dan echt... gerenommeerde wetenschappers, Neil deGrasse Tyson, een vrouw die... head of science was bij NASA, heb ik letterlijk horen zeggen,
ik denk binnen de 20 jaar dat we sporen van leven zien. Het is toch zot dat dat binnen ons leven nog mogelijk gaat zijn. Ik denk, ja, zolang als dat het nieuws nog gehaald wordt door twee kleine figuurtjes die in Peru worden gevonden, die zogezegd buitenaards leven zijn, dat we nog goed zitten. We hebben nog wat marge. Ja. Dat was prachtig. Voor de mensen die het niet gezien hebben, er kwamen twee misvormde kleine figuurtjes, waarvan een man in, ik denk zelfs in het parlement, Mexico, in het parlement kon gaan beweren dat dat buitenaards leven was. En als ik me niet vergis, was dat die man zijn 10e of 20e claim op buitenaards leven. En alle vorige waren keramieke vazen en dode vogeltjes. Maar dit keer was hij toch zeker... Ja. Dat is de wereld rondgegaan. Hij was een expert in die claims maken. Ah, dus ja. Dat is ook heerlijk. Hè? Onze voertuigen houden we vaag en gepixeld op heel onwazige foto's. Maar hier is een lijk van een van ons. Trouwens, nu we het erover hebben. De NASA heeft een website geopend waarop ze al hun... Ja, UFO's, maar nu heet het anders. Hoe heet het? Unidentified... UAP's. UAP's. Unidentified Aviation... APs, hè? Ja. UAP's, dat klinkt meer als intellectual property ding zo. UAP's. Heb je dan een UAP? Unidentified Avian... Avian... Unidentified... Nee, is het allemaal mis. Anomalous Phenomenon. Unidentified anomalous phenomenon. Dus maar dat is even nog nieuwsflash voor iedereen. Het woord UFO is een beetje voorbij. Weg, hè? Dus old school. Eigenlijk, UFO... Een pejoratieve term, gelijk dat me zeggen. Maar, UFO is de holy van de LGBTQ... Nee, wacht. Dus, pas op. We zeggen niet... Even achteruit. We zeggen niet meer UFO, maar UAP... Ja, voilà. Het is de nieuwe term, hè? Zoals dat we niet meer koffie, maar espresso zeggen. Enfin, omdat het is... UFO te veel veronderstellingen maakt. Flying object, dat geeft meteen al de verklaring dat het een actief vliegt. Dat het een actief vliegend object was. Het is niet inclusief. Nee, tegenover een anomalous phenomenon kan alles zijn. Een reflectie, een wolk. Nee, dus vindt, je kunt nog meer dingen zien in dingen. Ja. Voilà, en dus ze hebben een website waarop zij ook alle beelden die vrijgegeven worden door de luchtmacht van letterlijk fenomenen die ze niet kunnen verklaren. En dat bedoel ik een reflectie op een raam of gelijk wat. En Neil deGrasse Tyson is heerlijk om daarover bezig te horen. Want die zegt van, wat een voorliefde voor gepixelde, onscherpe ruimtetuigen hebben die aliens toch. En dat is ook, waarom zijn ze allemaal gepixeld en onscherp? Ah ja, als we ze scherp hadden, zouden we gezien hebben dat het een zeeegel was. Hè? Ja. Dus die hebben natuurlijk reflectorschilden, hè? Hallo. Ah ja, dat is volgens waar. Mij bouwen die aliens dat gewoon in gigantische pixels. Dat is te vaag. Ja, camouflage techniek. Ja. Op zich. Digital camo. Ja. Qua dit gaan ze nooit geloven, is het wel geniaal. Ja, hè? Ja. Uw schip ziet er gewoon uit als een paar grote pixels. Ja, oké, ik snap het. Minecraft gewoon. Dus misschien toch. De Borg, hè? Ah ja, dat is gewoon één pixel. Voilà, klaar. Poppie. Lap zeg, we gaan springen hier van het ene fandom naar het andere. Misschien is dat een goede quiz bij deze aflevering. Raad over welk fandom ze nu referenties aan het maken zijn. Of pure referenties. Heel wat niet uitleggen ook. Ja, voilà. Resolution is futile. Bart, obscure referentie van Veer. Binnenkort een aparte podcast in het Nerdland Universum. Alright, we gaan naar een ander speeltje waar wij ons geweldig mee geamuseerd hebben de voorbije weken. Je hebt het misschien zien passeren op onze socials. Socials. Heb je gehoord hoe ik het woord uitsprak? Op onze socials. Socials. Ja, dat is wel het eigenlijk. Socials. Nee. Zoals te zien op de sociale media van onze parochie. Waar hebben we ons mee geamuseerd? Ja, voilà. Dank je, Jeroen. Dank je. Er is een AI-toepassing die aan het rondgaan is, die gemaakt is door HeyGen. Amerikaans bedrijf. En wat zij doen is, je spreekt een filmpje in een bepaalde taal en zij zetten dat om in een filmpje waar je een andere taal spreekt, maar wel met jouw stemtimbre en met aangepaste lipbewegingen. Mm-hmm. Ja, Jeroen, op Twitter zagen we een paar voorbeelden passeren. Ja, er waren een paar voorbeelden van de CEO van het bedrijf zelf die het filmpje had gemaakt. Ook Alexander Klopping, bekende Nederlander, die het gedaan heeft. En ik was eerst sceptisch. Ik dacht van, oké, dit zijn cherry-picked voorbeelden. Dit is uitgedeeld aan influencers die... Maar dat is de juiste reflex bij dat soort dingen. Ja. Dit is heel vaak geprobeerd. Ze hebben het perfecte filmpje uit de 100 gekozen. Ze hebben het 2 dagen laten renderen en dan hebben ze dit getoond.
toen zag ik dat de website beschikbaar was. Want origineel maakt HeyGen maken die virtuele avatars. Dus als je bijvoorbeeld een product wilt verkopen, dan kan je een virtueel mannetje jouw tekst laten uitspreken. Fluorescente vos prijst uw wasproduct aan. Inderdaad. Ja. Maar nu hebben ze dus in hun labo-functie hebben ze dat aparte voorbeeld. En je kon, als je je creditcard maar boven haalde, want voor de mensen die het thuis willen proberen, er is een gratis versie, maar je staat in een eindeloze wachtrij. Dus het is basically creditcard tijd. Kan je het is een beetje gelijk tickets kopen voor Taylor Swift. Kom. Ik hoor die woorden en ik ga knikken, maar ja. Fandom. Ah, ja, juist. Dat is de Madonna van vandaag, hier. Is dat? Ja. Allee, heeft hij dan ook zo van die... lang vooral kort, als je creditcard bovenhaalt, kunnen er snel mee testen. Ik heb het eerst getest thuis en ik sprak opeens vloeiend Frans en daarna vloeiend Pools. En dan heb ik het naar Lieve doorgestuurd en Lieve heeft een beter filmpje gemaakt voor op de socials, dat we zullen delen in de show notes. Maar het is ongelooflijk. Ja. Ik had, om eerlijk te zijn, ik heb niet vaak bij al die AI-dingen, bij DALL-E, zo een printje van iets dat ik net beschreven had. Allee jong, een eekhoorn op een driewieler voor de Eiffeltoren met een broccoli in zijn bollen. Zot. Dat vond ik echt nog knapper dan die tekstinterfaces. En bij dit had ik ook zoiets, want mijn scepticisme was er van, oké, dat gaat totaal falen omdat mijn camera setup maar een flauwe webcam is van weet ik veel wat. Dat gaat misgaan, er gaan woorden afgekapt worden, maar ik heb gewoon de Wikipedia-pagina van de Wombat voorgelezen. En Frans is nu een taal die ik nog kan verstaan. Ik kan ze niet praten. God, nee. Ik bedoel, verschrikkelijk. Het enthousiasme is er, maar de woordenschat, totaal ontbrekend. Dat is zoals bij elke Fransman. Ja, absoluut. Er iemand dat een theorie heeft dat je beter Frans kunt praten door achter elke zin quoi te zeggen. Quoi. Sowieso, een winner. Maar wat dat eruit kwam, was deftig Frans, was grammaticaal correct en de lipbewegingen waren correct. Als ook het... De bewegingen van mijn hoofd, de nadrukken die ik legde, het was ongelooflijk. Dat vond ik ook indrukwekkend. Dat het volledige gezicht, de nek, alles seamless. Ja, de eerste voorbeeldfilmpjes die ik zag op Twitter passeren. Twitter, wat ik weiger X te noemen. dan zat ik ook te kijken naar die mond. En pas na 3 keer kijken zag ik zo in die mond bepaalde artefactjes. Ja. Zo. Ja. En dan dacht ik echt van, dit kan gewoon niet. Ik heb het dan ook zelf getest. En Jeroen, zoals dat gezegd... heel af en toe zitten zo'n keer, heb je zo een soort pinch myself moment bij technologie. En dit was er eentje. Mm. Ik heb het dan laten zien aan iemand die bij DeepMind werkt. Een Vlaamse onderzoeker, Jonas de Grave, werkt bij DeepMind. En die zei van, ja, maar al die onderdelen bestonden al. Dus als je het uit elkaar haalt... Hij doet fundamentele research. Ja. Dus hij is enkel onder de indruk van nieuwe ontdekking. En dat is ook zo. Elk onderdeel bestond al. Speech-to-text bestond. Tekst vertalen bestond, tekst to speech bestond, stemtimbre hadden we ook al laten horen zelfs. Een van de bedrijven die mee in de hele pipeline zit van die bedrijven is 11 Labs, waar we een paar maanden geleden uw stem hebben nagemaakt. Zij zitten mee in dat hele proces, maar deze resultaten zijn beter dan wat we daaruit hebben uitgehaald. Wel, maar het heeft stuk of 5-6 AI's die samenwerken. Hè? Maar het heeft een soort iPhone-gevoel. Alles bestond ook al. Ja, die chips de Power Rangers van de AI's. En die hebben dan zo gezegd, zo van allemaal samen, die grote Power Rangers. Het is dan nu wachten op de groene. Maar hier stopt de obscure referentie. En ook, wat ik dan denk is, een fout in stap 1, een fout in speech-to-text, hoorde helemaal door tot op het einde. Dus elke stap zou kunnen foutjes maken. Als elke stap 95% correct is, dan heb je telkens 5% schade opbouw tot op het einde. Mm. Dus ik vind het heel knap van engineering en van afwerking van product, vind ik het... Wat ik eerst dacht, is dat live gebeurde. Ik dacht, hoe kan een Romaanse taal nu qua woordvolgorde al weten wat dat Jeroen gaat... Maar je moet filmen. Je moet iets filmen uploaden. En dan ongeveer de rekentijd, zelfs in de betaalde versie, is 10 minuten rekenen om een minuut filmpje te vertalen. Ook belangrijk, je ziet dat ze om tijd te winnen de framerate van hun filmpje verlagen van 24 beelden per seconde naar 12 beelden per seconde voor uw lippen. En wat denk ik dat ook belangrijk is om te zeggen, om ervoor te zorgen dat de hoofdbewegingen kloppen, want een zin in het Nederlands kan in het Italiaans 4-5 woorden langer zijn, merk ik dat ze soms stukjes van het filmpje versnellen of vertragen. Maar dat is toch geniaal? Het is heel clever. Ik denk dat er voor elk van die problemen een heel clevere oplossing gekozen is. Ja. Gaat je dat systeem kunnen breken? We hebben momenteel te weinig geld en tijd gehad om het te doen, maar ik wil inderdaad eens de Stevie Wonder heel hard heen en weer bewegen met mijn hoofd, zien wat dat hem daarvan maakt. Totale wartaal, gezongen tekst. Er is nog zoveel dat we kunnen proberen. Ik heb een interview of een stukje uit een interview van Richard Feynman geüpload, waarin hij zijn ongenoegen uit over de Nobelprijs. En dat is een zeer geanimeerd betoog. Dus heel vaak wordt hij lichtjes emotioneel. En het is
bijzonder gek hoe de emotie en de klemtoon... Het zit echt nog op de juiste plaatsen. Ja. Ja. Ik wil absoluut niks te maken hebben met de Nobelprijs. Het is echt een enorme pijn in de kont. Ik hou niet van eerbetoon. Ik waardeer het voor het werk dat ik heb gedaan en voor mensen die het waarderen. Bekend stuk interview. En dit is dan het Nederlands. En dus, allez, als Feynman fan, ik herken dat stemtimer gewoon. Hè? Oh, ja. Nee. Wel, het komt in audio misschien niet 100% maar over. Maar je ziet maar hem fronsen de, ook. Je ziet ja, hem... De fronsen ja. En... De, ja. Heb je hem al ergens online gezet? Dit? Nee, nog niet. We gaan dat nog doen, hè. Kunnen we doen, ja. Ja, voilà. Oh, ja. Show notes sowieso. Ja. Maar... Mogen we dat allemaal zomaar doen? Dat weet niemand. Oké. Copyright het. Van het bedrijf. Het bedrijf zegt zelf van je mocht de resultaten verspreiden, maar inderdaad, copyrightgewijs is dit... Ah, nee. Oh, hier gaan heel veel advocaten heel veel geld aan verdienen de komende jaren. Moest hij nog leven? Ik weet niet of hij dit zou willen. Dit is complete Wild West. Okay. Ja. Dus dit is nieuw. Niemand weet het. Meer zelfs. Zelfs voordat dit bedrijf bestond... Zijn de dubbingacteurs in Italië in staking gegaan? Och ja, we hebben het daar laatst over gehad. Voilà. Ja. En dat heeft allemaal daarmee te maken. Ben je eigenaar van je stem? Kun je, als je eigenaar bent, kun je de rechten op je stem verhuren of zelfs verkopen? Of wat je maar wilt. Heel die staking in Hollywood zit ook zo wat in dat ding, hè? Ja. Maar dus, die dubbingacteurs die hebben echt wel gedaan nu. Ik bedoel, het zou heel goed kunnen dat de volgende... James Bond film, dat James Bond Nederlands spreekt, Allee. Als je dat wil. Ja, ja. Met eigen stem van de acteur ook. Ja, in mijn lezing zeg ik zelfs dat het over 10 jaar niet ondenkbaar is dat Tom Cruise gaat ooit verouderen of gaat ooit doodgaan. Dat ze een Mission Impossible film opnemen en dat je daar gewoon lokale acteurs in kunt steken. Hè. Ah, ja, dat Mission Impossible 26 Tom Waas in de hoofdrol heeft. Gewoon omdat je dat hyper kunt lokaliseren. Of voor dat de... je dat kunt kiezen voordat je de cinema binnenwandelt. Ah ja, voilà. Ja. Mijn moeder in de hoofdrol. Jeroen, deze is uw opdracht. Je kunt zelf kiezen of dat je het wilt doen of niet. Wil jij je kamer opruimen? Druk dan ja en deze bril vernietigt zichzelf. Ja. Opkussen, als die bril kapot is. Want... Het is hier geen hotel, hè? Allee, dagse manneke. Zo spreekt uw moeder totaal niet, we weten dat. Totaal niet. Mijn moeder is uit Limburg, dus nee. En dat wil ik u zelfs niet horen proberen. Sorry, mama van Jeroen. Ja. Het is oké. Okay. Wij zijn ook moe, dus. Kom jij garum eten? Nee. Nonk, Patrick. Goed, kom jij eten? Het is friet met garum. Lieve, je gaat het eens testen met Hetty, hè? Ja, want ik heb bij mezelf gemerkt, door het zelf te doen en een gevoel te hebben van hoe snel dat berekend wordt en hoe dat het origineel en het uiteindelijke eruit ziet, heb ik pas mijn moment gehad van, allee jong, hoe vlot dat het gaat. Dus ik stel voor... Experience it to believe it. Dat ik nu gewoon... Ik ga gewoon Hetty filmen. Moet ik mijn micro praten? Nee, dat is wel leuk voor dat de podcast. Dat is misschien wel leuk voor de audio. Ja. En naar welke taal zullen we het steken? Turks? Italiaans? Italiaans. Hetty gaat naar Italiaans. Een taal die we mooi. Nog vaak wel kunnen verstaan. Hetty all'italiano. Je kunt inderdaad ook Japans of Koreaans selecteren. Dat heb ik ook gedaan. Maar daarvan kan ik niet beoordelen of het klopt of niet. En Zweeds, dat vind ik heel sexy. Ik weet niet wat erbij is. We gaan straks kijken. Maar we gaan toch al een keer een stresstest doen. Hè, want dat is tof om te experimenteren. Dus als je ergens in je betoog, misschien best naar achter, in plaats van een woord, gewoon een keer poepedipapen die je kunt zeggen. Hè. Dus Oké. Een half uur. Ik zal tekenen. Een half uur? Sorry. Een halve minuut. Hadden we dat niet gezegd? Ja. Een halve minuut. Ja. En recht in de camera blijven kijken. Ah ja, je moet ook niet knipperen. Hadden we dat niet gezegd? What? Niet knipperen en alleen niet uitademen. Ademen. En wij onthouden ons van obscure referenties. Hè? Ja, okay, wij moeten echt zwijgen. Ja, volledig zwijgen. Daar gaan we. Hey, dag iedereen. We zitten hier in Lieven zijn tuinhuis. We zijn een nieuwe Nerdland podcast aan het opnemen. Dat is een ongelooflijk toffe podcast over wetenschap en technologie. En dan zeggen wij daar dingen als piepedipapedipoep. Ja. Perfecto. Perfecto. Zweeds zit er niet tussen. De mogelijkheden zijn Spaans, Frans, Hindi, Italiaans... Spaans. Duits, Pools, Portugees, Mandarijns, Japans... Nederlands, Turks en Koreaans. En waarom vond jij dat zo cringe? Je waart gelijk met je lippen heel raar aan het doen, omdat ik denk dat je aan het denken waart van mijn lippen gaan. Man, nee, dat is niet waar. Ik heb je lippen altijd. Ik moet even de... Sorry, ik weet wel hoe dat het jaar lippen doet. Ik moet even de workflow live bespreken. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb dat opgenomen met mijn telefoon. Ik heb dat nu getransfereerd naar mijn laptop. En nu sleep ik het op de website van HeyGen in de dropfunctie. Is dit een soort van digibete-cursus? Wat is dit?
woorden. Ik ga met mijn rechterhuisknop naar het... Ja. En nee, maar klikken nu samen op in het mapje. Laat het op het mapje en dan loslaten. Gewoon de buis loslaten. En ik meen dat echt. Wij zijn nu de Griet-titulaar. Absoluut, ja. De jeugd van over pakweg 20 à 30 jaar. Die gaan... AI zit standaard in je leven, in alles wat die doen. Die gaan lachen en wij met zitten laptop, nu, zoals die titelaar met de videofoon bezig was. Nu, de AI, ik sleep het nu naar het venster. Zie, die moesten dat met hun vingers doen. Ja. De AI gaat het verwerken en straks krijgen we resultaat over een uurtje. We waren zo onder de indruk toen we dit voor het eerst mochten aanschouwen. Ja. Ik ga nu op submit duwen. Voilà, hoppakee. Ja. Dus, en je moet enkel nu start het. Je moet enkel de taal selecteren waarnaar je het wilt translateren. Ja, dus hij herkent de taal waar je in spreekt. Ja. En dan, kijk, voilà. Vanaf nu zitten wij hier gezellig te staren met de Progress Bar Blues. Oh. Dat is een nummer dat wij ooit gingen opnemen. Ja, we hebben dat nog altijd niet geschreven. I got the Progress Bar Blues. Dat is een, nummer dat de eerste 30 seconden heel snel gaat en dan heel traag voor 3 uur. En dan rap een einde eraan breidt. Ja, voilà. En dan vastloopt. Ja. En als het nummer echt heel traag gaat, moet je zo je muiscursor zetten tot waar het balkje is om te zien of het nog vooruit gaat. Ja. Zes strofen op 30 seconden, dan een heel lang refrein. En dan de rest. Oké, maar kijk, terwijl dat de HeyGen-processoren hier, de GPU's, lekker aan het rekenen zijn op Hetty, om maar in het Italiaans te vertalen. Ja, toch Italiaans, oké. Okay. Ja, zeker. Sorry, Regenwoud. Gaan wij over naar het volgende onderwerp, want juicht en de jubelt. Els, we krijgen nieuwe emojis. Yay! Ah. En het zijn er knallers, hè, jongens. Oh, ho, 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 ho. Zeg eens, welke ontbrekende communicatiemiddelen in ons leven... Zeg eerst eens wie dat beslist, dat er nieuwe emojis komen. Want dat is een speciale raad dat ervoor samengesteld is. Het emoji-consortium. Je gebruikt het meervoud emoji ook? Ja. Eén emoji, meerdere emoji. Ik ben wel zo boomer om dan emojis te zeggen. Nee, dat is gelijk sushi. Ah. Of gelijk panino, panini. Bestel je één panino bij de bakker? Nee. Ik wijs gewoon. Ik stuur nooit één emojo. Het enkelvoud is een panino, hè? Nee. Echt waar. Dus als je zegt... Nescampo, een panino. Geef mij een keer een panini met zalm, dan moet je er twee krijgen. En waarom staat er op een Italiaans menu pasta en antipasti? Antipasti, de verschillende antipasti. Ah ja, maar en pasta is... Ah ja, dat weet ik niet. Het is ook wel spaghetto, dat is wel waar. Spaghetto? Eén spaghetto, ik heb dat in de scheurkalender gezegd. Ten eerste is spaghetto, ja. Het is... Oh my god. Jij moet een Italiaans restaurant beginnen en elke keer als er iemand spaghetti bestelt... Ten eerste. Komt jij uit de keuken, het is spaghetto. Ten eerste. En ten tweede, ja, wij geven daar kaas bij. Hey, emoji dus. Ja. Ja. Het is een hoge raad van de emoji. Wie heeft er nu weer de taart gestolen? Met Unicode en zo van alle. En daar zit zo Apple en Google en Microsoft en zo zit daar rond tafel. En die beslissen dan welke gaan we toelaten. Je kunt dus ook trouwens zelf erin sturen. Hè. Er is zo'n hele lijst waar die moeten aan voldoen. Zoals, en je kan dus, Jeroen wacht al heel lang op Venetiaanse bootpaal. Nee, die zit er dus al in. Ja, ik heb echt 3 jaar geleden heb ik de Venetiaanse bootpaal. Dat is zo'n paal, rood en blauwe kleuren. En die roteert, is dat zogezegd. Dat is dus een barbershop of een Venetiaans bordeel. Vandaar de verwarring. Ah. En dus Jeroen dacht dat Venetiaanse bootpaal betekende. Ja. Ik was toen aan het fulmineren van waarom hebben we een emoji voor Venetiaanse bootpaal en niet voor dingen die daar vaker in het leven voorkomen dan Venetiaanse bootpaal. Zoals demoed. Hoe druk je demoed uit in emoji? Dat vind ik een groot manko. Sorry, Els, ga verder. Wil jij hebben het gehaald? Ja. Wat ontbrak er nog in ons emoji-leven? Dat was bijvoorbeeld knikken en schudden. Als in verticaal. En nee, als in horizontaal. Maar bewegen die dan vanaf nu? Nee. Dus je hebt een mannetje die zo 3/4 en dan staan er zo lijntjes bij om aan te geven van boven naar beneden. Zo. Ja, bewegingssuggestielijntjes. Dat, hè. Maar dat is ook moeilijk, omdat in verschillende culturen betekent nee-knikken en ja-knikken andere dingen. Hè? Kijk, maar we weten nu al één ding. Een emoji wordt gelanceerd en wordt nooit gebruikt in de context dat we het normaal gezien zouden geïntroduceren. Ik heb eens een recept met aubergines naar mijn moeder gestuurd. Ja. Ik heb mogen horen. Zeg. Trouwens, één van die emojis is zo duim en wijsvinger op elkaar die zo'n licht hoekje maken. Weten jullie wat dat betekent? Prijs? Geld? Nee. Italiaan? Vuil? Dat is een hartje.
Wat? Echt waar? Dat is gemaakt een hartje met, met uw duim en uw... Maar we hebben al een hartje. Ja. Sorry, we hebben echt al heel veel hartjes. We hebben een hartje met de handjes, paars, Els, hartje, wit hartje. Ik wil één ding weten. Als emoji toevoegen, als ze er dan ook weg. Nee. Belachelijk. Ja. Sorry, er zijn een hele hoop nutteloze emoji. Ik leg voor, de emojis die cijfers zijn. Ja. Er zijn emojis, heb je het gehoord? Ja, ja, ja. Emojis die cijfers zijn, dat is omdat ik zo kwaad ben. Waarom hebben we een emoji voor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Daar zijn cijfers voor. Dat is belachelijk. Emoji met standen van de klok. Belachelijk. Absoluut. Sorry. Ik ben heel kwaad aan het worden. Welke komen er nog bij? Ik ging zeggen, je klinkt overstuur, maar op overstuur. Verschillende manieren. Ja. Hij is wat geklipt. Geklipt. Allee, wat hebben ze nog toegevoegd? De Phoenix. Een wat? Een Phoenix? Ik dacht een Felix. Een Phoenix. Als in Rise from the Ashes. Ah, ja. Zo van Conchita Wurst geweest. Want vlammetje en vogel naar elkaar, dat was niet duidelijk dan. Nee. Marketingteam van Grimbergen, ongelooflijk blij dat er een Phoenix is. Ik denk dat ze dat gaan gebruiken voor zo een hele schone vrouw. Of een hele schone man. Ah. Of een heel schoon persoon. Phoenix. Ah, ja. Een Phoenix. Ah, ja. Of een gokken emoji. Nutteloos afvoeren. Phoenix, ja. Een limoen. Is ook nieuw. Ah. Vind ik wel goed. Die miste ik wel. Gewoon een groene citroen. Er was al een citroen en nu is er ook een limoen. Dat is waarschijnlijk voor te zeuren. Als je zegt van die van wiskunde, dat is een vrije zure. Ah ja, voilà. Er komt ook bij, wat dat we allemaal misten in ons leven... Er was al een schone paddenstoel met stippen. Nu is er ook een bruine paddenstoel. Ah, ja, dat vind ik wel. Dat is een diversiteit. Ik vind het heel moeilijk als je over paddels praat. Ja. Dat je dan altijd die stippen... Natuurlijk. Want dat is giftig, dat ding. Ik weet zeker dat dat ook gaat gebruikt worden om mensen te omschrijven. De bruine paddenstoel. Nee, bruine paddenstoel. Allee, als je het over het Isabelkleurige breeksteeltje hebt, dan wil je geen vliegenzwam emotie. Verschrikkelijk. Dan ook de gebroken ketting. Dus een ketting met de middenste dingen gebroken. Oké, dat snap ik. Ja, daar zit enige... Wanneer ga jij dat gebruiken? voor mentale breakdown. Ja. Ik zit met fietsproblemen. Mijn ketting is gebroken. Ja. Met de fiets. Ja. Of symbolisch, hè. Bij een opstand in zo Arabische lentestijl. De boeien zijn gebroken. Laat me volk gaan. Ja, okay. Dan hebben we ook hele saaie. Het zijn er zo vier. En het zijn gender-niet-specifieke families. Ja. Dus je hebt zo... Gelijk in tegenlicht, gewoon grijze mannetjes. En je hebt zo twee grote en twee kleine. Of twee grote, één klein. Eentje, eentje, waar eentje, iedereen twee. Zich mee kan identificeren. Ja. Ja. Is dat niet het nieuwe logo van de CD&V? Een soort van vaag gezin in tegenlicht. Het oude logo. Nee. Ik denk dat we een kleur gevonden hebben waar niemand aanstoot aan neemt. Grijs. In tegenlicht. Een dikke vloer. Het moedige midden. Bij die designer ook zo. Dat is goed, maar kan dat licht nog iets sacraler? Dus, dat is mooi. Maar de echte knaller moet nog komen. Ja. Alles wat dat beweegt in uw emoji-paletje. Is het in een rolstoel? Is het met een stok? Is het al lopend? Hoe beweegt dat? Van links naar rechts. Nee, van rechts naar links. Van rechts naar links. Van rechts naar links, dat is fout. Gaan die ook allemaal van links naar rechts kunnen gaan? Ja. Kan ik eindelijk wielrennen van links naar rechts? Ja. Genderneutrale wielrennen kan van links naar... Ik ben eerst naar de bakker gereden. Ja. En dan kun je zeggen, en dan ben ik ook teruggereden. Wow. Heeft dat te maken met de verleden toekomst? Nee, bij de plekken in de wereld waar dat ze van rechts naar links lezen? Ja, ja, ja. Er is een soort van psychologische connotatie met verleden en toekomst. Ja, in de westerse landen waar je van rechts naar links leest. Nee, van links naar... Ik zeg nu rijden, maar het is eigenlijk niet meer rijden. Het zijn echt zo de mannetjes zelf. De lopers, de stappers, de zwemmers ook niet. De rolstoelen. Die duidelijk een richting kiezen om in te... Zo met een blinde stok, die ook, die mogen ook nu. En kunnen we deze genderneutrale ook geen richting laten kiezen? Dat zou inclus kleurloos geen richting kiezen. Dus je kunt met rolstoel naar de bakker, maar je kunt ook met rolstoel naar de bakker. Stilstand. Kunnen we dat? We zitten opnieuw. Ik zou ze ook graag hebben die van het scherm weglopen, zodat je ze nou niet meer zie. Maar ik denk in de animatiefilm dat bewegen van links naar rechts of van rechts naar links ook geconnoteerd is met heen gaan en terugkeren. Ik denk als je van huis ergens naartoe gaat, dat ze van links naar rechts lopen. En als ze terugkeren, dat ze van rechts... Ik denk het Maar dat is opnieuw zo het verleden toekomst ding. Ja, oké. Ça va. Ik heb ooit trouwens, ik dacht ik heb het gat in het emoji-alfabet gevonden. Er bestaat geen tumbleweed.
Dat is spijtig. Ah, ja. En dan zo, dacht ik ga dat indienen bij het consortium. Als je mopken maakt en het valt niet, zo, ging dat zo daarvoor, voorbij. Ja. Die droge struik die langs waait. Ja. Dus ik dacht, ik ga dat formulier invullen, de tumbleweed. Ik dacht, ja, dat gaat aanvaard worden. En blijkt dat al heel veel ingediend is. Echt? En ook elke keer geweigerd is. Ja. Maar ik ben nu vergeten om welke reden. Ah, wel, op die commissie, waar ze dat moeten goedkeuren, waait er zo constant een tumbleweed. Omdat het omdat gebruikt kan worden om te... Ik weet dat heel veel emoji gescreend worden op... Negativiteit. Ja. En dan komt er toch de bruine paddenstoel door. Het geweer is bijvoorbeeld vervangen door een waterpistool. Waterpistool, dus, hè. Oh, echt? Ja. En een bom? Hele tijd geleden is er nog een bom? Vroeger was er een bom. Denk het wel, ja. Dat is mogelijk, ja. Maar dat kan ook een gender reveal bom zijn. Ik weet het niet, ja. Een goede bom. Gender is a social construct, dan mocht je toch niet opdringen. Er is ook geen wombat emoji, dus ik ga datzelfde formulier eens invullen, Bart. Want je hebt heel veel dieren emojis, geen wombats. Oké, maar kijk, de nieuwe emoji. Trouwens, het woord emoji heeft niks te maken met emotie. Wat? Emoji. Emoji is... Komt het uit... Ik denk dat, voor zover ik het door heb, is moji het Japanse woord voor afbeelding. En is een emoji een elektronische afbeelding. Dus totaal niks te maken met emotie. Ja, effectief. Daarvoor hadden we emoticons. Emoticon heeft wel te maken, komt wel uit het Engels. Volgens Wikipedia is het meervoud trouwens emoji of emojis. Dus ze zijn beide correct. Hoera! En hij deed pedant met zijn dingen op tafel, zodat we allemaal konden horen hoe pedant dat was. Ik zal het ook op de micro doen. Wacht. Ja. Klapperen met de A4-pagina's. Ja. Wanneer zijn ze beschikbaar? Wel ja, dat is nog de vraag. Dus ze zijn nu goedgekeurd in september. En het is dan te zien hoe rap dat ze kunnen integreren in de verschillende systemen. Dat gaat in de loop van de maanden. Zullen we een wedstrijdje doen? De eerste die een genderneutrale wielrenner van links naar rechts post op Twitter. Nee, het is geen wielrenner. Het is een rolstoel of een loper. Of maar een... de wielrenners bewegen ook. Maar die, ik weet niet zeker of dat die dat al konden of niet, maar die zitten er nu in ieder geval niet bij. Ah ja, oké. Okay. Het probleem is nu dat die nieuwe emoji gekozen zijn, nu moeten ze die aanmaken in grote getallen en ze moeten meteen op voorhand inschatten welke dat veel gaan gebruikt worden. Bijvoorbeeld bij de introducering van het lachend kaksje hebben ze een hele grote voorraad aan lachend kaksjes gemaakt, maar die bleek te klein voor de populariteit van die emoji. Dat is en waar, een bepaalde emoji waar ze er twee of drie van maken, de Venetiaanse bootpaal bijvoorbeeld, daar heb je er altijd maar drie of vier van nodig, want mensen gebruiken die niet. Dus de productielijn draait nu al volop? Om eigenlijk alle logistieke warehouses vol te stoppen, zodat wij genoeg kunnen de emoji gebruiken. Dus de grote emojischaarste van 2019 is nog altijd niet verteerd, want tijdens corona waren er heel veel mensen dat emoji naar elkaar sturen. Die dat ook een linksdraaiend DNA wilde sturen, maar... Er zijn mensen die nog altijd geloven dat je serieus bezig bent op dit moment. Maar wij gaan naar het... Maar ik wil dus graag een Phoenix sturen. Hè? Als het maar is, gaan we gewoon Phoenixen sturen. Ah, voilà. Wie stuurt als eerste een Phoenix? Dat is een beetje een wedstrijdje op Twitter. Ik heb het heugelijke nieuws dat Italiaanse Hattie klaar is. Wat? Nu al? Ja. Dus daar gaan we nu samen naar kijken en naar luisteren. Wie is er klaar voor Italiaanse Hattie? Ciao a tutti. Siamo a Livens nella casetta in giardino. Stiamo registrando un nuovo podcast di Nerdland. È un podcast incredibilmente fantastico sulla scienza e la tecnologia. E diremo cose come piepedie, papedie, poepedie. Ma hoe goed is dat? Wow. Dat is waanzin. Ja. Dat dus... kan toch niet? Ja, maar waarom zeggen jullie waanzin? Niet één van jullie heeft verstaan wat hij gezegd heeft. Nee, maar ze mag altijd een keer langskomen bij mij. How you doing? Het deed iets. Er waren mensen online die ook zeiden dat Italiaanse lieve dingen in hun broekje deed. Hè. Dus het is, er was ook iemand die Duitse lieve wel iets vond hebben. Een acquired taste. Ja, Dries van Langen of zo. Het was heel knap hoe dat... Want je hebt je hoofd... We zullen het filmpje online plaatsen. Je hebt je hoofd ook redelijk gekanteld. Ik zie er wel heel slecht en heel moe uit. Ja, maar dat is AI, hè. We hebben Italiaans gevraagd, hè. Dus. Ja, doorleeft Italiaans. Ja. Dat is een beetje gezakt. Ja. We hebben die leeftijdsschakelaar ook helemaal op 60 gedraaid. Mm-hmm. Nee, ik vond het heel knap, want Lieven en ik, wij zaten redelijk statisch met ons hoofd, maar jij zat lichtjes gedraaid, omdat ik ook in de micro wou spreken. Ja. En je hebt nog redelijk veel met je hoofd bewogen. En dat zat er allemaal in, zonder dat je lippen ergens links achter zweefden. Maar het is dat ik bedoel, het is maar de moment dat je dat filmpje opneemt, upload en zonder knoppen of draaidingetjes, aanpassingen, niet cherrypicked en dat 10 minuten later knal terugkrijgt, dat je inderdaad dat gevoel hebt van wat is echt dit? Maar dat wil dus zeggen dat ik al een jaar en een half Spaans aan het leren ben met Duolingo. Helemaal niks, hè, jongens. Niks. Maar ik heb die vraag van een paar mensen gehad. Hè. Een paar mensen die zeiden, gaan we nu later nog talen leren? Ik denk van wel... Ik praat veel liever in het Engels bijvoorbeeld. Hè, en een taal die je echt goed kunt. Ik praat veel liever in het Engels face-to-face met iemand dan dat altijd via een interface zou vertaald moeten worden. Die connectie wil ik nog wel. Als het is om op reis te gaan naar Japan,
Ja, dan gaat het niet meer nodig zijn om Japans te leren, want dat gaat veel vlotter gaan via die interface. Dit is bijvoorbeeld iets dat in vliegtuiginstructiefilmpjes of zo heel gemakkelijk gaat zijn. Eén acteur spreekt het in één taal in, veiligheidsinstructies op een videoscherm of zo. Ja. Of een toeristische interface ergens in de stad. En typisch ook plekken waar je het resultaat niet moet nakijken. Ja. Gewoon één keer opnemen, publiceren, het zal wel goed zijn. Ook gewoon in films, ondertiteling, dat is gedaan. In de landen waar gedubt wordt, zou dit wel eens... Maar ik denk dat je dan nog iets meer controle moet hebben over de intentie en de emotie. Daar gaan nog schakelaars op gezet moeten worden. We zijn eindelijk af van Duits gedubde Friends. Ja, dat was altijd op vakantie dat we naar Duits gedubde Friends kijken. Was macht zien nou, Joey? Ja, maar, dat is ja, maar weg. Nee, nu is Duits gesproken Friends. Ja, dat gaat blijven. Met hè? De juiste lip-sync. Ah, was macht zien nou, Joey? Ik heb dit online gezet, ook op Facebook, op Instagram, enfin, op alle sociale media, waardoor dat ook een heel breed spectrum van de bevolking bereikt. Op Twitter heb je vooral dan het tech-enthousiasme. Mm-hmm. En op Facebook heb je veel verontruste reacties. Mm-hmm. En mensen die daar echt van, die zich daar wat bedreigd door voelen. Ja. Ook mensen die zeggen, kunnen we nu niks meer geloven in het nieuws? En dan dacht ik bij mezelf, ja, maar dat was al. Dat was al. Ja. Dat was al. Ja, maar ja, daar heeft dit niks aan veranderd. Dat was al. Je beseft het alleen meer. En wel, maar deepfakes bestaan al een tijdje. We hebben ons van in het begin zorgen gemaakt over deepfakes, van niks gaat nog geloofd worden. Maar dat is totaal niet uitgekomen, omdat we wisten dat er deepfakes waren. Ja, het moet helemaal niet zo goed zijn om geloofd te worden. Er zijn filmpjes die veel crappier zijn dan dit, die dat de halve wereld rond zijn voordat er iemand zegt... Dat kan wel niet. Ja. Ja. En net als met elke technologie die dat de realiteit probeert te mimieken, komt er na een tijd, wegens de wijdverspreidheid, ook wel een soort van nieuwe geletterdheid bij het publiek. Maar ja, ook. Ik vind Photoshop vind ik het beste precedent. Daar wordt veel mee vergeleken, Er waren enorme zorgen bij Photoshop. Ja. Van we gaan niks nog kunnen geloven. Wat is onze allereerste reflex als wij online een heel spectaculaire foto zien? Is dat wel echt? Mm-hmm. En uw tweede reflex is bij mij toch consider the source. Van waar komt dat? Lees ik dat op een mediakanaal waarvan dat ik weet dat ze factchecken en waarvan dat ik weet dat ze hun reputatie niet gaan weggooien door een niet gecheckte foto zomaar te publiceren? Ja. Of komt dat ergens in een Reddit-discussie langs? Dan weet je op voorhand, ik ga dit niet doen. Ja, maar dan heb je het over heel extreme foto's. Maar de invloed van Photoshop in, ik zeg maar iets, lingerie-modellen en in eigen beeld. In zelfbeeld. Dat is gewoon zo doorgezet. En ik denk dat een verzwakte, verdunde vorm van AI dat onze realiteit zijn wel kan beïnvloeden. Ja, dat is uiteindelijk wat die andere technologieën ook gebeurt. Gezegd van wat dat Photoshop gedaan heeft. We hebben nu... Het is doodnormaal. Dat vind ik altijd iets heel raar om op sociale media een soort van filter op te zetten die dat uw gezicht mooier maakt en daar al uw filmpjes mee op te nemen. En dan wordt subtiel linksboven vermeld, ik heb Beautify versie 3 gebruikt en dat is... Ja. Ik vind dat dystopisch doen. Ik doe geen ene Teams meer zonder die soft focus. Hè. Dat is de max. Hè. En daar staat nergens dat er iets is aangepast. Maar ik denk echt dat mensen op den duur de reflex gaan kweken van... Die persoon hier staat niet voor mij. Die staat op een filmpje op mijn scherm. Daar kan van alles mee gebeurd zijn onderweg. Ja, maar dat heb je met zo'n badpakmodel toch ook. Die staat op een foto, maar dat verandert. Dat heeft het beeld veranderd van meisjes. Eigenwaarde de voorbije 20 jaar. Maar dat beelden en idealen gaat veranderen, dat kan zeker. En wat dat jij zegt, lieve, van consider the source. Je mag het ook niet vergeten, die druk op... juiste nieuwsgaring, die wordt alleen maar groter. Hè? Want je moet ergens wel een stukje mee, want je kunt niet een dag, anderhalve dag achterkomen omdat jij je bronnen nog moet checken. Terwijl dat alle... Dat vind ik het probleem van het nieuws. Dat kun je wel. En daar die is een... druk is wel real, hè? Dat weet ik, maar er is een hele mooie aflevering in The Newsroom, heet het zeker, denk ik, die reeks. Er is een hele mooie aflevering in The Newsroom waar dat exact daar gebeurt. De grote mediakanalen hebben iets aangekondigd dat er iemand overleden is. En zij hebben nog geen keiharde bevestiging. En er is een discussie in die redactie. Wij zijn kijkers aan het verliezen, want daar hebben ze het al aangekondigd. En de anderen zeggen nee, alleen als we zeker zijn. En uiteindelijk, goed, het is fictie natuurlijk, hè, maar uiteindelijk blijkt dat de rest te vroeg was, dat het niet waar is. En dan heb je wel je geloofwaardigheid behouden. En ik denk dat dat een beetje de evenwichtsoefening van de nieuwsredacties. Maar voor die ene keer dat je geloofwaardigheid hebt behouden, heb je misschien
9 keer dat je echt wel achterkomt. En dat je... Maar dat is toch... Maar waarom wil je niet achterkomen? Omdat je de kliks wilt voor de advertenties? Dat is dan het probleem van je verdienmodel van online nieuws momenteel, waar er heel veel mis mee is. Dat maar is, ik heb... hoort niet te informeren hoe dat je aan nieuwsvergaring doet. Als ik nu rondkijk naar de verschillende nieuwskanalen die ik volg online, dan weet ik ook wie dat er eerst gaat zijn en misschien zal moeten herroepen. En dan weet ik ook, als het daar verschijnt, dan is het zo goed als zeker. Het ding is alleen, zo'n herroeping heeft nooit de wijdverspreidheid van het originele bericht. Klopt. Dat is ook een probleem, hè. Ja. Goed, maar kijk. Ja, amai. Ja, sorry. Mensen zijn aan het wegstappen. Ja, voilà. Ja. Michael Jackson is dood. We gaan naar een volgend nieuwsje. Ja, Hetty, misschien eten wij binnenkort varkensvlees dat aan de plantjes groeit. Ja, echt. Wat? Misschien moet ik het in het Italiaans uitleggen. Ja. Wordt allemaal vegan of wat? Porco della plante. Prosciutto in vegetale. Oké, wat? Ja, het is echt zot. Het is een Brits-Amerikaans-Nederlands bedrijf. Het heet Moolec. En het heeft een gloednieuw product gepresenteerd dat deels plant, deels varken is. Sorry, maar... Ja. Klinkt als een hele slechte superheld. Ja. Ja. Deels plant, deels varken. Of zo een horrorfilm, zo'n begin. Zo. Ja. Is het lijsttrekker bij lijstendekker? Voor sake of balans gaan we nu van elke politieke partij mogelijk. Ja, dat is waar, ja. Ik zal even noteren wie we nog niet gehad hebben. Het ligt heel hard in lijn met wat wij hier al 5 jaar zitten te bespreken. Ja, dat is waar. Maar toch was ik enorm verrast van dat idee. Ze hebben gewoon een varkenseiwit in sojabonen genetisch gewijzigd. En dat marcheert. En die sojabonen hebben niet zoiets van, what the fuck zit jij? Nee, die sojabonen lijken... tot een kwart van een eiwit te vervangen door varkenseiwit. Ze zijn een klein beetje rozig als je ze opensnijdt. Het is ongelooflijk. Zachtroze, vlezige binnenkant. Wat? Ik dacht dat... Nee. Maar ik bedoel, dat roze. Wow. Nee, niet maar we, rest, zijn, hè? We zijn echt begonnen met bioengineering van de bovenste plank zijnde. Ja. Ik ga nu eens een organisme ontwerpen en ik wil dat dat de vleugels heeft van dat en dat. Nu, het is gewoon eiwit, hè? Dus ja, ik weet het. Het is op een rudimentair niveau. En het is niet zomaar om maar iets te doen, hè. Het is om een heel die kweekvlees... Om de wereldhonger eigenlijk op te lossen, hè. Dat is de wel. Ja, dat is het verhaal voor de funding. Ja, en dan nu? Hebben die een soort vleesboom gemaakt? Jeroen, ik denk dat jij... Nee, die hebben een vleesboon gemaakt. Ah, ja, dat is waar. Ik kijk er naar uit dat jij een aanvraag voor funding indient om een vleesboom te maken. Naar de Europese Unie. We hebben gezien dat het kan met sojabonen. Ik wil een vleesboom. Ik vind ook dat je dat via telefoon moet doen en zo wat licht verkouden moet zijn. Het is voor een vleesboom. Sorry, Sam. Dit is marketbaar. De markt zit hierop te wachten. Vooral dat je de markt gaat daar gaan smullen. Vooral dat je dat in het Engels moet opstellen. So you have to know that in Dutch, Mitri is very funny. And that's why we thought, and yes, 5 million euros, please. No, nobody, no. You can hear a pin drop, hè. Hey, the Americans will be first again, hè. Maar... Ja, leg het nu uit, want... Het ding is een klein beetje... Er is niet zo heel veel aan uit te leggen, want het is geen academisch onderzoek, het is een bedrijf. En ze zijn heel geheimzinnig over welk eiwit hebben ze waarin gestoken. Ja. Hebben ze het met CRISPR gedaan? Hebben ze het niet met CRISPR gedaan. Dus daar ben ik altijd een beetje sceptisch tegenover. Van, is dit niet gewoon iets om de beurskoers in de lucht te krijgen enzovoort. Maar als het klopt en als het effectief gereproduceerd wordt, is het ongelooflijk maf, vind ik, dat je in een sojaboon tot een kwart van het eiwit, dat je daar dierlijk eiwit kunt in gaan produceren. En de bedoeling is natuurlijk vleesvervanger. Ja. Want als je een sojaburger maakt van die boon, dan ga je diezelfde chemische reacties hebben bij het koken van gebraden vlees. Dus heel die vleesdrang die in de mens nog zit. En ik weet, vegetariërs zijn er vanaf. En dat is een prestatie. Maar heel die vleesdrang waar dat heel ons cultuur op draait, dat al die junkfood eigenlijk gewoon verhitte dierlijke eiwitten zijn. Ja, dan kun je daar echt wel mee te lijf gaan. Hè? Want je hebt diezelfde smaken en je hebt diezelfde sensaties in je mond en diezelfde dopamine in je hersenen. Ja, en ik vind het een heel boeiende vraag van wat gaan vegans en vegetariërs Ik was echt aan het hiervan vinden. Willen vegans dat eten of maar niet? Maar ik vind dat vind ik
heerlijk, omdat je hebt daar verschillende categorieën in. Als je vegan bent omwille van het dierenleed, dan zou je kunnen dit zeggen, kunnen dat eet overwegen, ik wel. Ja. Als jij vegan bent omwille van de agro-industrie, dan zou je kunnen zeggen, ja oké, maar ik eet wel gewoon sojabonen in plaats van deze vervangers. Hè. Voor mij is het gewone product goed. Maar het is inderdaad, ik denk dat er heel veel verschillende opinies gaan zijn binnen de vegan en de vegetariërs over is dit nu een goede zaak of niet. En het ding vooral is, we hebben het hier al een aantal keer gehad over dat kweekvlees, waarin dat ze dan heel vaak bacteriën in gigantische fermentoren moeten opkweken om dat kweekvlees letterlijk te maken. Dat blijkt naar milieu-impact en naar klimaatimpact en ook naar kost toe zeer, zeer inefficiënt te zijn. Energie-intensief en is infrastructuur dat je nodig hebt. Ja, en hier kun je het gewoon bij op een akker doen. Gezaaid. Ze zijn ook bezig met erwtenplantjes waar dat dan rundvlees eiwitten zouden in zitten. Dit was varkensvlees. En ook met distels waar dat ze visvetten in aan het steken zijn. Ik vind dat fantastisch. Ik ga het nu marketen. Vistels. Oh. Vistels. Die vistels. Ladies and gentlemen vistels of the European Union. Vistels. Ik heb dus nog een idee. Vistels is echt... Dat je bij de IKEA vistelbalkjes kunt doen. Zijn er nog vistelbalkjes? Dat klinkt zo hard. Maar ja, de visdistel, als ik het las, dacht ik ook van, wat is dit zelfs? Zeg het zoals het nu heet. Vistel. Vistel. Ga maar buiten spelen, maar prik u niet aan de vistel. Goh. En ik weet ook niet waarom dat mij dat zo ongelooflijk van mijn stoel heeft geblazen, want het is eigenlijk gewoon waar dat we al super lang over bezig zijn. Genen van het een organisme in het andere steken en een beetje aanpassen. Iemand moet het doen. Ik vind het heel boeiend. Ja, ja, absoluut. Ja. Ja, ja. Ik denk dat dit het moment dan is voor onze sponsor van de maand, McDonald's. De nieuwe Mac-menu voor €4,99. Wat doen die precies? €4,99 voor een Mac-menu? Hoe lang is dat geleden dat je nog bij de McDonald's zegt? Geen sponsor, voor alle duidelijkheid. Ze mogen mailen, maar ik weet het niet. Alright, we gaan naar een blokje Space. Er is een blokje Space. Ik ben al van elk topic vandaag van mijn stoel geblazen. Dus Space gaat echt zijn moeite moeten doen om saai te zijn. Voilà, daar gaan we. Er is een asteroïdenstukje geland. Godverdomme, van mijn stoel geblazen weer. Gisteren was het, hè? Gisteren, ja. 24. Ja. Wat is er gebeurd? De Osiris-Rex-missie is teruggekeerd. Hebben we het hier volgens mij ook al een paar keer over gehad. Maar recap. Lang onderweg geweest. Gelanceerd in 2016. Is in een baan rond de planetoïde Bennu terechtgekomen in 2018. En dan in 2020, ik denk dat we het daar hier uitgebreid over gehad hebben, is dat een beetje stofzuigerslurfgewijs... Een hapje planeet. Nee, hapje asteroïde. Ja, steengruis gaan opzuigen. Dat is niet degene die... Er is ook eens zo'n ding dat erop geïmpact is en dan het stof heeft meegenomen. Dat was iets anders. Dat was een andere. Want dat was een andere. Dit is stofzuiger. Dit was met een stofzuiger. We hebben toen nog een verhitte discussie gehad over wat een stofzuiger in godsnaam in het vacuüm kan doen. En wat bleek, nu herinner ik het. Wat bleek, die blies ook het gas erop om het dan terug op te zuigen. Dus Het was ook een probleem dat hij te veel steengruis had opgepikt, waardoor dat die capsule niet goed sloot. Ze hebben dat dan van op afstand moeten... Het dekseltje zat scheef, zo gelijk bij de confiturepot. Ja, okay. 2020 was dat. 2020, ja. Dan is dat 3 jaar onderweg geweest. En gisteren is die capsule terug uitgespuwd door het ruimtetuigje. En veilig en wel hier in de woestijn in Utah geland. Wat zit daarin? 250 gram ongeveer van die planetoïde. En ik vond het heel mooi verwoord in de Volkskrant. Kilo. Een kwartje kilo. En eigenlijk schreef Maarten Kullemans daar, of George van Aal, ik weet het niet. Het zijn eigenlijk de overblijfselen van het beslag waarmee dat moeder natuur 4,5 miljard jaar geleden ook onze aarde gemaakt heeft. Ja. En dat zijn we nu gaan ophalen. En we gaan nu bestuderen, wat zit daarin van bouwstenen? Zit daar al koolstof in? Zitten daar koolstofhoudende stoffen in? Ja. Want een van de vragen, hoe is het leven hier ontstaan? Zijn die bouwstenen mogelijk van een planetoïde hier terechtgekomen? Ja, ja.
zou daar licht op kunnen schijnen. Maar ook, hoe is onze planeet gevormd? Ik vind het een beetje absurd dat we dat gaan halen zijn en dat dat nu geland is. De foto's zijn ook geweldig. Ja. Ik zal daar naar linken. NASA heeft een reeks foto's, want dan moet natuurlijk heel voorzichtig moet dat gehaald worden en zorg dat dat niet gecontamineerd raakt. En een van de hoofdmensen van het project had een out-of-office e-mail ingesteld. Ik ben weg tot 25 september, want ik ben steenstof van 4,5 miljard jaar oud uit de woestijn daar gaan halen. Dus ik heb beperkte toegang tot het internet. Dat vond ik heel cool. Ja. Als ook, er hadden mensen mij gestuurd van, kijk, ik had gezegd van, amai, 4,5 miljard oud ruimtestof dat we nu in handen hebben. En iemand had gezegd, de aarde, dat is ook 4,5 miljard ruimtestof. Gewoon uw hand een keer in de grond steken. Wat dat dus niet waar is, want door de platentectoniek is zowat alle stof op aarde wel eens ververst geweest. Ja, goeie, maar alle atomen komen nog Oké, als je het maar ver genoeg terugdrijft, dan inderdaad. Laat ons zeggen, materiaal dat miljarden jaren onaangeroerd en niet gesmolten en herspolt. Want we hebben ook vaak meteorieten die hier neerstorten, maar goed, die zijn dan door de dampkring gegaan, die zijn verbrand, die hebben een zeer lange ruimtereis achter de rug. Dus en voilà. En dat komt dan van Batu. Banu. Benu. Batu is Star Wars. Ja, inderdaad. Alweer een referentie. Maar dus, kijk, heel zuiver ruimtestof en die geleverd. Zonde, die gaat nog niet op pensioen, want die gaat nu verder vliegen. Ah, nee, dat zou zonde zijn. Tumbleweed emoji. Die gaan nu verder vliegen naar een andere planetoïde. Apophis. Ah, dus niet de capsule die geland is, maar de zonde die nog in een baan rond de aarde is. Ja, die gaan nu verder vliegen naar een andere een die in 2029 langs de aarde heen zal scheren. En daar gaat hij dan nog 18 maanden rond. Wow, dat is echt zo asteroïde Deliveroo. Ja, inderdaad. Pakketje afleveren, terug naar de volgende opdracht. Ja, oké. Ik hoop dat hij ook zo'n oranje fraksje aan heeft, die zonde, hoop ik. Verder met het space news. De Ingenuity, dat is het robothelikoptertje dat op Mars staat. De Ingenuity heeft zijn 54ste vlucht gemaakt, Hattie. Intussen al zijn 59ste. Oké. Maar van de 54ste is er een hele mooie video gemaakt. En dat is niet de eerste keer. Het helikoptertje is al gefilmd door de rover zelf. Hè. De rover heeft Perseverance. Ja. In 2021 zijn die samen geland op Mars. Dus die filmen en fotograferen elkaar af en toe. Maar van die 54... Zo'n Instagram-koppel. Cool. God, de zon staat zo schoon. Ga ik een foto trekken? Het is weer golden hour. Voor de Insta. Maar deze vind ik heel mooi, omdat je ziet echt de bergen van Mars in de achtergrond. Heb je dat ook gezien? Ja, het is schoon, hè? En eigenlijk, je ziet een filmpje van een stomme, quadrocopter zeker? Ja, quadrocopter die op en neer gaat, maar... Ja. Had hij nog altijd het idee dat is zo indrukwekkend? Dat had ik ook. Ja. Dat was niet de bedoeling dat zo lang mee ging. Nee. Toch, ze zijn daar nu toch vluchten mee aan het doen. Ze dachten dat 10 keer mee ging, 15 keer mee. 5 à 10 keer moest hij meegaan om aan te tonen, kunnen wij met die beperkte luchtdruk, atmosfeer, kunnen wij vliegen? Maar nu zit hij dus al aan zijn 59ste vlucht. Het leuke is, je kunt heel die flightlog kunnen volgen online. Dus dat wordt altijd gelogd. Ah. Met nieuwe foto's. Hoe cool is dat? Nu mag Jan en Alamander eens meer vliegen. En die gaat erop mee. Ieder zijn een tour. Dat is nog zoiets. Je kunt dat niet als een drone besturen van op aarde, want je signaal is 20 minuten onderweg. Dus je kunt niet zeggen, nu een bochtje naar links. Dan reageert hij 20 minuten later. Dus dat moet allemaal. 8 minuten? Nee, 8 minuten is de aarde naar de zon. De zon is 8 minuten. En bij Mars hangt het af van waar hij in de baan is. Ja, dus maar ik had het ook, Bart. Ik zag het en ik dacht... Maar wat zijn wij mensen eigenlijk aan het doen? Het is een filmpje dat, mocht het de aarde zijn, het betekent echt niks. Nee. Ja. Maar voilà. Craziness. Ik herinner mij die momenten, en het was niet de Perseverance, maar de Marsrover, nog eentje ervoor. Curiosity. Ja, de landing van de Curiosity. Ik herinner mij die eerste haarscherpe foto's die binnenkwamen. Echt koude rillingen. Ik denk bij de vorige missies waren die foto's ook veel korreliger van Mars. En zo van die oude korrelige foto's geven nu altijd zo'n soort afstandsgevoel van natuurlijk, dat is onherbergzaam. Maar zo die eerste haarscherpe foto's, dat gevoel van, wij zijn daar? Dat is magisch, dat filmpje nu is ook echt haarscherp. Dat lijkt alsof dat gewoon in de woestijn is opgenomen. Maar dat is met AI gemaakt, toch? Nee.
Curiosity. Ik probeer al een beetje. In de woestijn van Utah. Ik zit altijd in met die dode rovers op Mars. Curiosity is nog actief, maar degene daarvoor, Opportunity, die is wel stilgelegd. Die had uiteindelijk zoveel zand op zijn zonnepanelen. Die zag eruit als een kevertje, een beetje, denk ik. Ik wist ook niet dat die zo groot waren, trouwens. Dat zijn best wel... Dat zijn best mastodonten. Ze worden steeds groter. De eerste waren... toch snel groot, hè? Ja. De eerste waren een grote kartonnen doos. En nu zitten we wel aan... Twee mensen groot of zo? Een Mini Cooper of zoiets. Curiosity is groter nog. Curiosity was 900 kilogram. En dat is dus twee rovers geleden. Een dwergnijlpaard, eigenlijk. En dan dat is mijn referentie. Dwergnijlpaard voor scale. Dat is uw referentie voor alles. Dwergnijlpaard. Imperial system, metric system, nijlpaarden system. Oké, en dan hebben we nog Japan. Die hebben een maanmissie gelanceerd. Een niet-bemande, uiteraard. Ja, klopt. Na India, dat geslaagd is vorige maand. Rusland, dat mislukt is vorige maand. Oh, die waren al eens geweest. Ja, die zijn er al geweest. Japan had ook al geprobeerd in april. Dat kon geschiedenis geweest zijn, want dat kon de eerste commerciële maanlander geweest zijn. Okay. Een Japans bedrijf, iSpace, is helaas ook gecrashed op de maan. Maar JAXA, ik weet niet hoe je het uitspreekt, de officiële ruimtevaartorganisatie van Japan, is nu ook vertrokken richting de maan. Ik heb het vorige keer al gezegd, zij willen een soort parkeersensor voor maanlanders uittesten. Hè, waar maanlanders voorlopig op dit moment nog landen in een zone van een paar vierkante kilometer. Ah, ja, natuurlijk. Nu dat er ook precies de Moon Sniper. Ja, de Moon Sniper. Ja, nu dat er ook vrouwelijke astronauten naar... Iemand moest het doen, toch? Bij mij was hem niet mee opgekomen. Echt waar? Ik was daar bezig met dat past op het metrum van we gaan naar de maan. Japan naar de maan. Alsjeblieft. Ze willen tot op 100 meter nauwkeurig kunnen landen. Komt aan begin 2024. Dus dan gaan we zien of het lukt of niet. Ah, die is wel lang onderweg. Ja, 3-4 maanden. Allee. Ja, die neemt niet de korte weg van de menselijke ruimtetuigen. Nee. Ah, ja. Dat is 3 dagen. Hè? Ja, inderdaad. Ja. En wat gaat die sensor juist doen? Sorry, ik denk dat je heel precies landen. Ja, dus, gewoon zorgen voor parkeerassistentie. Op 100 meter nauwkeurig landen. Als dat in de toekomst... Er gaat eerst een klein ander robotje eerst landen, dat dan met een soort van handbewegingen moet... En er zit ook... Nog een beetje. Stop. Er zitten ook 2 CPU's in die landende robot. En de ene probeert te landen en de andere geeft commentaar. Nee, pas op van die... Frankie, hoe doe jij nu? Dat is ook de naam van de missie. Maar liefke, moet ik aan? Ja, maar... Zal ik aan? Ja, maar... En wordt er dan uiteindelijk ook beslist van... We zijn terug naar huis. Het hoeft niet meer van mij. We zijn terug naar huis. Of zo, als je bijna beneden bent... Nee, ik ga toch ergens anders staan. Want het gaat niet. We gaan nog een verdiep lager staan. Daar is een grotere plek. Ja, ik heb geen nog een plekje gezien, denk ik. All right, dat was het space nieuws voor deze maand. We hebben het vorige keer al gehad over Baldur's Gate. Spel dat... En we hebben amper overdreven. Hè, het spel dat echt heel populair is over de hele wereld. Dat enorm goede recensies krijgt. En van Gentse makelij. Ja. Larian Studios. Maar Jeroen, daar bleek nu toch iets aan de hand te zijn. Dit is een spel waar er zoveel mogelijkheden zijn. Daar kunnen ook heel veel foutjes insluipen. En een van de foutjes was... het is maar een kort vetivertje natuurlijk. Sommige van de karakters... Je ontmoet een hele hoop karakters die je kan meenemen op je reis. Die je in je team kan steken. Okay. Die karakters van verschillende plumage. Je hebt een magier, je hebt een soort van troll, je hebt weet ik veel wat allemaal. Die karakters die waren te geil. Ik kan het niet anders zeggen. Je kan romantische relaties aangaan met de karakters die je tegenkomt. En ik weet nog heel goed dat ik een bepaalde tovenaar tegenkwam. En elke nacht ga je slapen in je kamp. En voordat we gingen slapen in het kamp, had hij al zoiets van... Oei, zou poepen? Ik heb u letterlijk vandaag van een hoop trollen gered. We kennen elkaar amper. Ja, deze is een beetje rap. Dat was dus een bug die ze eruit gehaald hebben. In bepaalde omstandigheden kon dat voorkomen. Het doet me een beetje denken aan... Trouwens, Larian is heel goed bezig met alle foutjes eruit te halen. Heel grappige dingen die ze dus er ook uithalen. Voelden al die mannelijke gamers zich vrouwen. Ja, inderdaad. Zo ongeveer. Welkom ja. in de echte wereld. Het doet me een beetje denken aan die bug die ooit in Civilization zat. Civilization waar je verschillende, naties over de hele wereld tegen elkaar laat uitvechten. Ja. Daar zaten ook historische figuren in. In een van die versies van Civilization zat Mahatma Gandhi. Yes. Iemand die, laat ons zeggen, toch redelijk vredelievend is. Mm. Maar door een of andere fout hadden ze die het laagste cijfer willen geven, maar ze hadden 1 bit te ver getikt, waardoor dat die in plaats van agressiviteit 0, agressiviteit 999 had. En dus je begon dat spel te spelen en Gandhi stond binnen de 2 beurten aan uw deur met nucleaire wapens. Wat is dat? Dus I will nuke the world!
Daar deed het een beetje aan denken. Dit zal ook een soort van fout geweest. Sorry, meester, ik heb weer slecht opgelet. Dat was door een bug ook, dat bij Baldur's Gate die dingen te horny waren. Ja, dat was waren. Dus... Ah ja, ook gewoon ja, horny level. Ja, een horny parameter level. Die... Voilà. Ja, ja, oké. Okay. Je hebt verschillende levels voor u... Waar zit jij verantwoordelijk voor? Voor het horny level. Dat kan beïnvloed worden door de acties die je doet. Als je bijvoorbeeld als je ergens bij een of andere beslissing iets doet dat een karakter niet apprecieert, bijvoorbeeld je beslist ervan van ah, in dit geschil ga ik zo oordelen, dan zie je links van boven aan je scherm approves, disapproves. Ja, als jij... Je hebt dus elk van die karakters heeft een cijferke en dat gaat hem niet alleen over hoe tof vindt hij u, maar dat gaat hem over vindt hij u sympathiek, maar ook vindt hij u aantrekkelijk. Aantrekkelijk, ja. Dus je kunt ook angst hebben voor persoon. Je kunt dat spel, want ik heb een paar recensies gelezen, je kunt dat spel spelen als een complete bully en ervan uitgaan, ik maak iedereen zo bang van mij dat ik overal doorgeraak. Je kunt dat spel ook op empathie en op samenwerking spelen. En dus ergens... Je kunt dat spel ook spelen als je rond je baard en alles verkopen wat er los zit. Ik raak nergens in dat spel, omdat ik iedereen zijn bestek aan het stelen ben en aan het vloggen ben op de markt. Ik heb empathie geprobeerd in het echte leven, dat marcheert niet. Nee, dat marcheert niet. Oh. Maar dus... dus als die... Als die cijfertjes een bepaalde waarde krijgen, dan kun je romantische relaties aangaan. En de bedoeling is dat daar een opbouw voor nodig is. Dat je dan heel vaak samen opgetrokken hebt. En dus bij verschillende personages, en vooral bij Gale, stond dat gewoon fout afgesteld. En dat is, hi, I'm Gale. How you doing? Dat was heel snel. You smell nice. Ja. Dat was een beetje het probleem. En het eerste wat ik dacht als ik dat las, was... Mijn vriend Tim heeft dat spel geplaytest. Die had daar geen problemen mee, duidelijk. Die dacht van, dit is hoe de wereld er zou moeten uitzien. Vond dat nog lang geduurd heeft. Ja. Dan ook waarschijnlijk. Dat je zo als gamer s'avonds op café zit, dat er iemand naast je op zit van, hey, hoe gaat het met jou? Dat je bij mij denkt, dit is vast ook een bug. Hey, how are you doing? Ik verkoop vleesbomen. Bestek kopen. Bestek gepikt van die madame hier links. Niet alleen bestek, alles al los zit. Ja, voilà. Meubels. All right. AI-nieuws. Uiteraard. Oh, daar is een jingle voor. AI. Is het een zegen of onze grootste wens? Of is het de ondergang van de mens? Het is de toekomst. Artificial intelligence. Zeg, weet je trouwens dat Johnny Trash deze keer bij Welcome to the AA zat? Kei goed, hè? Wat een toffe mens. Ja, is dat? Ja, heel erg de moeite om te beluisteren. Ah, dus Johnny Trash, die onze jingles inzingt, is de gast in de aflevering Welcome to the AA. Ja, voilà. Ik ben er helemaal warm van. Ah, allemaal luisteren. Top, kerel. Het AI-nieuws. DALL-E 3 komt eraan. Ja. Dus we hebben DALL-E 1 gehad. DALL-E 2 was de echte doorbraak. Ja. Want DALL-E 1 was nog veel Uncanny Valley en crappy. We hebben Benjamin DALL-E gehad. Pikken en terug. Stap. Zie, ik ben alle partijen aan het afgaan nu. Hè. En ik zeg nog maar eens dat het tumbleweed emoji, dat echt... DALL-E 3. Ja, DALL-E 3. Het is nog niet beschikbaar. Hè. We kunnen het nog niet testen. Vanaf oktober, denk ik, kan ik het beginnen testen. Vanaf oktober is het voor betalende accounts. En jij hebt een betalende account. Ik gebruik het in mijn voorstelling, dus ik moet wel. Wat is er al over bekend? Het zou heel erg samenwerken met ChatGPT, waardoor dat je niet meer zo gericht moet prompten, maar gewoon in lange zinnen kan omschrijven wat dat je wil. Klinkt als mijn huwelijk. Dat is geen politieke partij. Waar komt dit vandaan? Nog niet. Ja, maar dus... En ik had het een beetje voelen aankomen. Een paar maanden geleden waren wij super enthousiast bezig over prompt engineering. Een nieuwe skill die we moeten leren. En het lijkt erop dat hij binnen een paar maanden al niet meer nodig gaat zijn. Ja. Dus prompt engineering gaat een skill zijn die waarschijnlijk net 1 jaar lang nuttig geweest is. Bijvoorbeeld is een wisselwerking van ik wil een eekhoorn met een gekke hoed en dan genereert DALL-E een hele hoop dingen en dan kan je aan ChatGPT vragen wat voor gekke objecten zou een eekhoorn nog op zijn hoofd kunnen hebben die bijvoorbeeld een verwijzing zijn naar de 18e eeuwse Franse revolutie, weet ik veel. Ja. En dan kan je die resultaten combineren en dan weer een afbeelding van maken. Dus het constant pingpongen tussen tekst en afbeeldingen willen ze met DALL-E 3 opnieuw. Een brainstormpartner noemen ze het zelf. Maar ook als je bijvoorbeeld... Als je een bepaalde opdracht gegeven hebt en die komt terug en je vindt dat daar dingen niet tof aan zijn. Bijvoorbeeld, heel typisch, hè? Als je vandaag een prompt schrijft...
Ik wil een hond die groene spaghetti eet, gaat hij heel vaak een groene hond krijgen. Omdat hij het woord groen opgevangen heeft en hond, maar hij weet niet dat het over de spaghetti gaat. En dan zou je in DALL-E 3 echt letterlijk kunnen zeggen, ah nee, ik zie dat hier de hond groen is, ik wil eigenlijk dat spaghetti groen is. En dan begrijpt hij dat en past hij dat aan, omdat hij zo nauw samenwerkt met ChatGPT. Zou ook afbeeldingen die van elders komen kunnen laten inlezen door zeggen van, kijk, vertrekkende van dit logo, verander daar eens dit, dat en dat aan. Of maak een logo in dezelfde stijl als dit. Ik heb al een aantal voorbeelden gezien, want er zijn mensen die wel al toegang hebben. Er zijn select creators die promogewijs... De beeldkwaliteit gaat erop vooruit. Ja. Er komen nieuwe safety features in, dus ze willen nog veiliger zijn dat je er geen complete agressie of gelijk wat mee kunt maken. En, er stond er ook bij, vanaf DALL-E 3 weigert hij elke vraag om de stijl van een levende kunstenaar te imiteren. Oh. Ja, dus alle levende grafici kunstenaars zouden ze er dan uit halen. Maar de doden wel. We zullen zien hoe snel dat gebroken wordt. Ja, voilà, inderdaad. Gewoon beter omschrijven wat dat je wilt. ChatGPT, wat moet ik schrijven om zeker niet te mogen zien wat... Ik maak een perfecte kloon van de striptekenaar Mero. Die leeft nog. Wat zou die tekenen? Ja, en dan kijken of je er zo onderuit kan. We kunnen er proberen omheen te gaan. Hè. Voilà, dat was DALL-E 3. Trouwens, mensen die eens willen spelen met DALL-E, maar geen betalende account hebben, dat ding zit gewoon native in Bing. Ik blijf het super grappig vinden dat we 2023 zijn en dat we zeggen van, hey, Bing is nu goed. Ja, ja, ik weet het toch niet. Hij verstaat mij nog altijd niet. Ja, maar dus als je naar Bing gaat en je gaat naar afbeeldingen, kun je niet alleen zoeken op afbeeldingen, maar staat er ook afbeeldingen genereren. Okay, en dan krijg je een DALL-E-powered, waar je inderdaad ook... Ja. Dus je kunt allemaal gratis gaan spelen met prompts intikken en zien wat eruit komt. En dat is dan DALL-E 2. Dat is DALL-E 2, ja. Dat is volledig ingebouwd in Microsoft Edge. En ja, Microsoft Edge draait ook op een MacBook. Dit zijn woorden die nu kloppen in 2023. Ik moet zeggen, ik denk... Misschien ligt het niet aan Bing, maar ligt het aan mij. Ik ben echt Google-washed. Wat ligt dat nu? Hoe bedoelde... Ik zoek... Mijn zoektermen zien eruit zoals ik ze zou ingeven in Google om een goede reactie Bing te krijgen. En in Bing krijg ik echt shit. Bing voelt dat. Je moet daar anders mee praten. Het is precies dat die geprogrammeerd is om mij expres niet te verstaan als ik Google-taal spreek. Je bent met mij aan het praten, maar je bent dan iemand anders aan het denken. Jij hebt destijds de relatie eerst verbroken, hè, Els. Ik ben hier altijd geweest. Hij is daar altijd geweest. En je moet niet verwachten dat nu dat jij goesting hebt... Ja. Elke keer als je op Teams drukt, ga ik open. Ik ben er voor u. Ja, inderdaad. Wij hebben de relatie verbroken. Daarna, elk jaar, als je een nieuw huis kocht, een nieuwe auto, zat hij daarnaast. En mag ik nu standaard? Nee. En dan werd hij altijd weggestuurd. En nu ik ChatGPT heb, nu willen ze mij allemaal terug. Now you suddenly need me. En je wilt dan nog Google spreken tegen mij ook? Ja, voilà. Heb je al over nagedacht of ik uw standaardbrowser mag zijn nu? Kunnen we dan die discussies terug openen? Maar, terwijl dat OpenAI DALL-E 3 aankondigt met ChatGPT-samenwerking, is er heel veel buzz rond Google DeepMind. Dus DeepMind, die we kennen van AlphaGo en van andere indrukwekkende projecten. Die zijn nu eigendom van Google en die werken samen met Google Brain. Die zijn samengesmolten. En die werken aan Gemini. En Gemini zou een beetje de shiny new AI assistant zijn binnen Google. We weten nog dat toen dat ChatGPT gelanceerd werd en GPT-3 gelanceerd werd, dat ze bij Google echt geïrriteerd waren, want ze zeiden van, wij staan ook al heel ver. Ja, maar wij vinden het, we hebben ethische problemen met dit nu al te gebruiken en wij vinden dat het nog te veel fouten maakt, dat het nog niet goed... Als zouden we het nu inzetten in Google-producten, zou het ons imago schaden. Voilà. En wij vinden dat ChatGPT heeft eigenlijk iedereen een beetje in snelheid gepakt, maar het is er niet klaar voor. Omdat ze geen grote merknaam te beschermen op dat moment. En Microsoft is daar dan het huwelijk mee aangegaan. Maar wat eigenlijk toen al voorspeld werd, dat gaat nu terug een beetje rond als buzz. Namelijk, Google is bijna klaar, zeggen ze daar, in samenwerking met DeepMind, zeer indrukwekkend AI-bedrijf. En het project heet Gemini. En het zou eigenlijk net hetzelfde zijn, namelijk een combinatie van, zoals ChatGPT, van een large language model en een afbeeldingengenerator, die heel goed kan samenwerken. Waar dat je zelfs filmpjes aan kunt laten zien en vragen, wat zie je hier? Of varieer daarop, of maak iets nieuw. Volgens een bepaalde tech-blog die dat allemaal kunnen bekijken had, die zeiden, goh, wij noemen het 4 of 5 keer beter dan ChatGPT. Jesus. Dus
Dus zij zeggen 4 of 5 keer beter dan de combinatie... GPT-4 en... procent, keer. Ja, keer, okay, ja. Mm-hmm. En dus die hebben echt een soort recensieblog geschreven van... OpenAI en Microsoft hebben nu hun day in the sun gehad. En nu komen de diepe zakken van Google. En nu komt de GPU-power van Google. En vooral, dat ding kan getraind worden op heel YouTube. Dat is allemaal eigendom van Google. Ja. Al onze Gmail-e-mails. Die hebben... Maar ja, Google, ja, ook die. Ja, tuurlijk. Google zit op een databerg. Google Documents. We hebben dat allemaal volgetypt, hè. Man, nee. Ah, natuurlijk. Jawel. Maar ja. Dat zijn wij geweest, ja, hè. Ja. Als je dus ooit een emoji zoekt voor naïviteit, dan moet je zo dit doen. Zo, wat dat heet hij nu? Van was het er wat ik aan het opleggen was, maar het is echt. Oké. Okay, dus eigenlijk, er wordt nu gezegd... Maar dat mag toch niet? Wacht, welkom bij kapitalisme. Hattie, kende zo dat klein vierkantje waarnaast staat, ja, ik heb de terms and conditions gelezen en waar dat je op geklikt hebt? Je hebt dat toch gelezen? Wij lezen dat allemaal, Hattie. Ah, ja, ja, voilà. We kennen dat van buiten. Hè? Klaar, maar dus, ja. Dat is toch straf. Er wordt eigenlijk gezegd, die combinatie van de brainpower en expertise van DeepMind... Plus de enorme datapool die Google heeft. En waar ze ook root control over hebben. Dus die ze helemaal kunnen opkuisen zoals dat ze willen. En daarbij nog een keer het immense budget van Google om al die GPU-power erop te smijten. Wordt er nu gezegd, Gemini is gonna blow OpenAI out of the water. Sam Altman, CEO van OpenAI, was direct kwaad. En heeft op Twitter een beetje schamper gedaan over wat een flutblog en rekenkracht is niet alles. Op Twitter dat er schamper wordt gedaan? Ja, zeer zeker. Wat een flutblog en ze eten uit het handje van Google. Het is gewoon een marketingcampagne. De schrijver van die blog was toen ook een beetje gepikeerd. En die heeft dan, maar ja zeg, en die heeft dan een meme gemaakt van Sundar Pichai van Google, de CEO, die met een melkfles melk te voederen aan het gezicht van Sam Altman dan, van OpenAI. Beursgenoteerde bedrijven. Ja, dus dat is echt puikwerk. Eigenlijk allemaal miljardairs die zo elkaar was te dissen gelijk op de speelplaats. Van ja, eigenlijk had dit in Silicon Valley niet. Ik heb daar heel moeilijk mee, want dat is... Totdat ik het zie, is dit marketing. Is dit de beurswaarde omhoog pompen? Is dit geld maken van de shareholders? Sorry. Oké, maar... dat klopt, hè. Ik ben absoluut niet vrij van scepties. En het zou kunnen dat we over een maand of twee maanden zeggen van... Amai, dat was much ado about nothing. Maar DeepMind... Tuurlijk, De moment dat Demis Hassabis, de CEO van DeepMind... Want zo is alles aan het rollen gegaan. Demis Hassabis heeft in een Wired-interview blijkbaar... echt zo een beetje op zijn bord geklopt en gezegd van... wat wij aan het maken zijn, dat overschaduwt heel dat OpenAI-project. Daar is het mee aan het rollen gegaan. Maar wat ik al gezien heb van Demis Hassabis in interviews... en in die documentaire AlphaGo The Movie... die komt mij over als een rustige, rationele mens die niet zomaar... Het is ook niet dat ze nog niks gedaan hebben, hè. Met DeepMind. Maar goed, we gaan zien. De bedoeling van Gemini is dat dat ook native gaat draaien in al die Google-diensten en een assistent wordt van ons die ons bijstaat in ons Google Documents en in Gmails, als je het nog wil gebruiken. Ja, nee, maar ik moest ooit die Google Docs gebruiken en ik haatte dat. Ik wou liever Word, maar kijk nu wat ik nu gedaan heb. Ik heb slecht nieuws over Word en Office. Ja, dat is waar. Ja. Dat was zo funny. Ja. Dan nog, ja, er komt ook een AI-assistent in. Ja, voilà. Inderdaad. Clippy komt terug. Oké, en dan kunnen we het AI-nieuws nog afsluiten met de rubriek. Wie is er deze maand boos op AI? Ah, leuke rubriek. Oké. Wie is er deze maand boos op AI? Jeroen, Stephen Fry is boos op AI. Stephen Fry heeft een toespraak gegeven ergens voor een totaal andere aanleiding. En die was erdoor geschokt dat er mensen... Stephen Fry leest de Harry Potter boeken in het Engels. Heeft ook hele goede podcast. Giant Leap Years is een podcastreeks van Stephen Fry. Heerlijk prachtig om dat te luisteren. Voor de mensen die Stephen Fry niet kennen, het is een beetje de lieve scheire van... het Verenigd Koninkrijk. Maar wel wat meer boomer nog. Ja, dat is waar. Wij zijn wel mee met de techfreak. Hè? En dus er hadden mensen al die audio van die Harry Potter podcast gebruikt om met 11 Labs of met weet ik veel welke andere tool een synthetische Stephen Fry stem te maken. Hadden hem een paar onschuldige dingen laten inspreken, maar was daar zo geschokt door. Ik denk ook weer een soort van aha moment van fuck, dit kan en dit is heel goed. Want je hebt 20 uur. Voilà, je hebt superveel kwalitatieve data van Stephen Fry, die bovendien een heel herkenbaar
herkenbare, nationaal geliefde stem heeft. En hij was verontwaardigd, omdat hij zegt van die mensen kunnen mij nu eender wat laten zeggen, die kunnen mij porno laten voorlezen. Mm-hmm. Dit kan niet, we moeten dat wil nu... ik zelf doen. Ik denk dat het een soort van, ja, een slag koud water was. En dat hij zegt van, daar moet nu wetgeving rondkomen, want dit is nu uit de hand aan het lopen. Niet gisteren, niet morgen, nu. Ik denk dat dat een heel begrijpbare schrikreactie is, omdat ik denk dat het om uw eigen stem dan te horen... En dat is ook iets, die stemimitatiesoftware en de manier van praten, de text-to-speech, is de laatste maanden uit de Uncanny Valley gekropen. Ah ja, we zijn een paar maanden geleden werd dat nog redelijk robotachtig voorgelezen. Dat is er nu helemaal uit. En dat is dan een schrikreactie, van ze kunnen mij alles doen zeggen. De vraag is dan, daar hebben we het al over gehad, ben je eigenaar van je stem? En wat ik me dan afvraag is, mag een stemimitator het dan wel? Of wordt dat dan even strafbaar als het doen met AI? Ik denk dat we daar weer op de discussie zitten van de schaalvergroting. Die stemmenimitator die... gaat ook niet doen alsof dat hem u is, hè? Ja, dat, het dus ding soms is toch wel. Een stemmenimitator, het leuke is toch net dat je laat zien, kijken hoe ik de stem kan imiteren. Waar, daar gaat het over. Ja, klopt. Maar ook hier, een Stephen Fry, die heeft zo'n groot publiek, daar zitten zoveel mensen in die geen idee hebben dat dit kan. Ja, ja, je kunt die op heel korte tijd heel veel imagoschade toebrengen, hè? Ja, ja. Door gewoon wat een nozel dingetjes te laten... Yes, maar we gaan naar de volgende. Wie is er nog boos op AI? Zeg het eens. Tim Burton is boos op AI. Ah, van The Nightmare Before Christmas en een hoop andere freaky films. Charlie and the Chocolate Factory. Ah ja, sorry. Ja, ik ken... Sis Edward Scissorhands. Edward Scissorhands. Dat was zijn eerste. Dat was eerste. Tim Burton, ja, heerlijke stijl. Heerlijke Beetlejuice. Ja, oh, kijk. En binnenkort Beetlejuice 2. Love it. To Beetle to Juice. Hij is nu bezig aan... drie keer zeggen, hè. Hij is nu bezig aan Beetlejuice 2. Kende jij dat niet? Maar nee. Beetlejuice, de film van Tim Burton. Beetlejuice. En Beetlejuice 3, Tokyo Drift. Ik weet al wat er vanavond gekeken wordt. Ten huize, Hell's Mortal Arts. Ja, hey. Beetlejuice, legendarische film van Tim Burton. Ja. Hele unieke, morbide stijl. Zijn films vaak speelt met dood en horror. En, Maar dus Beetlejuice 2 zou al af geweest zijn zonder de Hollywood-stakingen. Ja, waarschijnlijk. Dus Beetlejuice 2 is echt gepauzeerd omwille van de Hollywood-stakingen. En Burton is heel begripvol naar de staking en hij zegt van for a good cause. Maar vanaf dat alles gesetteld is, dan gaan wij heel snel door met filmen. En dan zijn we op een paar dagen klaar met filmen en kunnen we gaan afwerken. Dat is eigenlijk de setting voor de fans. Tim Burton heeft A Corpse Bride. Ja. Ja, animatiefilm. Animatiefilm met een heel herkenbare stijl. Zo een beetje ovalen hoofdjes en zo. Dat, hele dat grote bleke, ogen. Ja, grote ogen. Magere poppetjes. Dat bleke, magere poppetjes. Heel veel contrast. Hij heeft ook zo'n aantal kinderboeken... illustratieboeken gemaakt, zo de Melancholy Dead of Oyster Boy en zo, allemaal supergoed, allemaal in dezelfde stijl. Dat is echt zo zijn een tekenstijl. Het is zo die mengeling van, het is duidelijk een beetje Halloween sfeer, maar dan wel nog een vleugje schattigheid of zo. Ja, dat is dan ietske Disney zo. Ja, voilà. Maar wat hebben ze nu gedaan? En het is een heel typisch maak dit in de stijl van AI-oefeningetje. Ze hebben gevraagd om Disney-prinsessen te maken in de stijl van Tim Burton. Dus maak nu eens Anna van Frozen en maak ze nu eens in de stijl van die Corpse Bride. Dat zijn dingen die het online heel goed doen, omdat je herkent dat deel hard. Je herkent de Disney-prinses en je herkent die Tim Burton-stijl. Ze hebben die aan Tim Burton getoond en het feit dat dat door een computer gedaan was, daar had hij ook echt rillingen van gekregen. Ja, want er zijn al heel lang heel wat artiesten die zijn stijl kopiëren of die in eenzelfde soort stijl werken. Dus allee, het is iets heel herkenbaar, maar inderdaad, het feit dat dat nu... Ik vind dat heel boeiend. Van waar dat die hele felle emotionele reactie komt van een computer heeft dit gedaan en... Ik kan alleen maar speculeren, want dus ik weet niet wat er zich afspeelt in zijn hoofd, maar ik kan wel bepaalde mogelijke pistes bedenken. Het kan heel confronterend zijn dat een computer dat kan, uw stijl imiteren. Dat je denkt van, maar een dood ding. Dat is uw carrière van 40 jaar, dat opeens... Maar dat is nu een economisch ding. Hè? Ik bedoel, een zuiver zelfbeeld ding van... Ik dacht dat dit mijn unieke talent was. Of dat een mens dat geïmiteerd heeft, daar kan ik nog mee om. Maar dat een dood machine dat doet als algoritme, dat vind ik dan... Hij zei het van, niet... het voelt alsof dat mijn ziel gestolen en is. En dat illustreert hoe hard hij zich vereenzelvigt met dat talent. En dat is voor heel veel artiesten zo. Tuurlijk. Die zijn nooit begonnen met die métier, denk ik, als bedoeling dat dat een job ging worden. Die deden dat al voor dat ze economisch moesten nadenken. En voor hen is dat... Voor veel artiesten is dat een bijna een therapeutisch proces, hè, creëren. Dus dat is eigenlijk
Constante zelfontplooiing. Zie je ook de, alle commentaar van Nick Cave op AI. Hij zegt van je moet lijden voor je kunst en een computer lijdt niet. Maar het feit dat het zo bedreigend of dicht bij je zelfbeeld, of ja, heel gevaarlijk dicht bij je zelfbeeld komt staan als doodmachine. Ja, het voelt aan als identity theft. Hè? Ja, wel, hij zei ook, Tim Burton zei, ik moet nu plots denken, zei hij, aan die culturen waar ze vroeger niet wilden dat je een foto nam. Mm-hmm. Hè, dus in het begin van de fotografie. Omdat je zag die foto en dat zag er zo levensecht uit dat je daar bijna mee connecteert. En mensen waren ervan overtuigd. Je hebt mijn ziel gestolen. Die zit nu in dat prentje. En hij zei, ik heb een gelijkaardig gevoel. Ja. Het pakt iets af van mij, omdat het er zo levensecht uitziet. Wes Anderson, ook heel populair om met AI-stijl te imiteren. Die zei, ik negeer het. Mm-hmm. Dus hij zegt, mensen sturen het mij door. Ik wist het zonder het open te doen. En hij heeft daar twee redenen voor. Hij zegt, ten eerste vindt hij het enorm vervelend dat zijn stijl zo gepinpoint wordt. Hij heeft het gevoel van, je steekt mij zo in een one-trick pony hokje. Mm-hmm. En wat hij ook zei was, ik wil er niet naar kijken omdat ik niet wil dat het mij beïnvloedt. Ja, voilà. Dus hij zei, als zij mijn stijl karikaturaler maken dan hij is en ik zie dat te veel, dan sleuren ze mij daar naartoe. Tuurlijk. Dat is zijn argument. Ja, en sowieso, je bewust worden van je creatieproces is ook niet altijd goed voor u. Of je bewust worden van hetgeen dat je aan het doen bent, is niet altijd even nuttig. Ja, en dat zijn natuurlijk net echt zo filmregisseurs met een hele duidelijke stijl. Hè? Tuurlijk, heel duidelijke visuele elementen. Dat is al een beetje karikaturaal. En wat dat is confronterend als dat dan uitvergoed wordt en je zegt van, zie, kijk, dit doe jij, dit hier zo. Ja. Mm. Er is nog een goede Tim Burton film, Batman, hè. Ah, jij hebt hem niet gezien. Ah, ja, Batman. De is dat de eerste? Ja, ik denk het. De eerste terug zo, hè. Met Keaton, hè. Oké. Okay. Michael Keaton. Ja, met Michael Keaton. Dat is niet de allereerste Batman-film, denk ik. Want jongens. George Clooney is ook Batman geweest. Dat was daarna, denk ik. Dat is daarna, dat is zeker daarna. Oké. Okay. Maar wie is er nog boos op AI? Het is George R.R. Martin. En 17 andere Amerikaanse topschrijvers. Ja, zij voegen zich eigenlijk bij een andere rechtszaak die al loopt tegen OpenAI. Schrijvers die basically zeggen, het kan niet anders als dat OpenAI op ons volledig boek getraind is. Want als we een hele gedetailleerde samenvatting van ons boek vragen, met details die enkel en alleen uit het boek zelf kunnen komen, dan rolt dat uit ChatGPT. En dus is ons volledige werk gebruikt om dit product van meerdere miljoenen dollars op te trainen. En daar hebben wij onze toestemming niet voor gegeven. Dus, copyright infringement. Wat ik interessant vind aan al die rechtszaken tegen OpenAI is, stel dat er nu, New York Times denkt ook aan een rechtszaak, stel dat er nu dat er een rechtszaak gewonnen wordt, kan OpenAI niet zeggen, we halen dat stukje uit ons product. Nee. Want die volledige machinerie die getraind is op al die inputdata, je kunt daar niet selectief dingen uithalen. Dus dan moet die volledige training opnieuw. En hoe lang duurt dat? Dat kan maanden duren. Dat is een financiële kater waar ze tegen dat is het wonderlijke aan zo'n neuraal netwerk. Elke trainingsdata heeft bepaalde verbindingen in dat neuraal netwerk een andere waarde gegeven, waardoor het reageert op bepaalde vragen. Maar heel dat netwerk hangt samen van de onderlinge verbindingen die getraind zijn op alle data. Je kunt er nooit de specifieke informatie van bepaalde data terug uithalen. Zeg Jeroen, maar als de verdediging gaat aantonen, er is gepraat over de details in uw boek op het internet, dan valt die zaak toch? Dat zullen we waarschijnlijk proberen, maar er zijn verschillende andere schrijvers die echt bepaalde zinnen uit hun boek verbatim terug uit ChatGPT gekregen hebben. Dus we kunnen inderdaad zeggen, dat stond in een recensie of iemand heeft die zin gebruikt op Reddit. Misschien worden heel interessante zaken waar veel... Mm-hmm. Het hele copyright en AI-ding, daar gaan heel veel advocaten heel rijk mee worden. Want dat is momenteel een absolute nobody knows what the fuck's gonna happen. Als je je job kwijt bent door AI, je wordt advocaat en je hebt ook waarschijnlijk direct weer werk. Er zijn nu trouwens bedrijven die werken aan large language models. En die huren schrijvers in. Ja. Omdat hun de output... De schrijver-output is te crappy dat ze mensen nodig hebben om het op te lossen. Daar is een stukje land. Wil je dan beginnen graven aan je eigen graf? Ja. Maar blijkbaar is het vooral voor andere talen, omdat ze willen het trainen op de groeimarkten, ze willen het trainen op Hindi, op Japans, op dat soort dingen. En dus om kwalitatieve trainingsdata te krijgen, huren ze schrijvers in. Maar om gaan heel veel artiesten dan niet good practice vinden? Ik weet het niet. Ook daar weer,
bijna alles wat gebeurt, vinden sommige mensen vreselijk en sommige mensen fantastisch, omdat je er op 100 manieren naar kunt kijken. Die paper gezien van de Habsburg AI, dat zijn mensen die dat, op een bepaald moment gaat alle data op zijn om AI te trainen. Er is voor heel veel systemen, hebben we al alle boeken erin gestoken dat we kunnen Habsburg, hebben. Okay, mensen die dat output van AI-systemen, dus AI schrijft tekst, die opnieuw gebruiken om AI te trainen, in de hoop van, we kunnen eindeloos data creëren, als dingen eindeloos beter maken. Je krijgt inderdaad dat soort van incestueuze tekst dat daaruit komt, die steeds grotere en grotere artefacten gaat vertonen. Ja. Je krijgt een hele blendend tekst. Het is een interessante paper, ik zal hem linken in de show notes, maar ik vond het beeld van Habsburg AI, zijnde van een totaal incestueus koningshuis dat alleen met zichzelf poept, vond ik heel hard tot de verbeelding spreken. Maar kijk, wat ik boeiend vind aan deze rubriek is dat het psychologisch zo divers is waarom dat mensen afkerend reageren op AI-systemen. En er zijn absoluut rationele momenten en economie en verdeling van welvaart, absoluut. Maar ook het emotionele proces op iets dat gemaakt wordt in uw stijl, vind ik uitermate boeiend en complex. Maar ja, als straks uw oratorische stijl gebruikt wordt om een homeopathisch middel aan de man te brengen, dan ben je kwaad, hè? Maar en spant je die rechtszaak aan? Hè? Ik denk de reden dat die personen zo kwaad zijn, is om, enfin, kwaad, emotioneel geraakt zijn, is net omdat zij zijn wereldsterren waarover het nu gaat. En inderdaad, de moment dat mijn stijl, het moment dat iemand zegt van kijk, dit is een tekstje volledig in de stijl dat jij dingen uitlegt. Ik ga ook het gevoel hebben van reduceerde jij mij nu tot dit drukske? Dus ik ga net hetzelfde voelen. Ik ben er zeker van. Ja. Zolang dat we geen uren en uren audio van u online zetten, zit je safe. Ja. Dan meer dat ik u regelmatig onderbreek komt. Dank u wel daarvoor, om de data te vervuilen. Goed, het AI-nieuws gaat verder, maar het gaat wel verder in deze rubriek. Silicon Valley nieuws. Nieuws uit Silicon Valley. De hele verzameling, de hele groepsreis van gorilla's is naar de Amerikaanse Senaat getrokken om daar eigenhandig AI-regulering te gaan vragen. Dus er was een soort gesloten zitting. Het was achter gesloten deuren. Ik denk sinds dat Facebook-fiasco dat daar een of andere senator... Maar jij vraagt geen lidgeld. Hoe verdient die geen centen? En dat Zuckerberg zegt, we run ads. That's very clever. Dus ik denk dat ze zichzelf dat wilden besparen. Dus het was nu achter gesloten deuren. Maar wie was er allemaal? Musk was daarbij. Bill Gates was daar. Mark Zuckerberg. Sam Altman van OpenAI. Sundar Pichai van Google. Satya Nadella, Microsoft CEO. En Jensen Huang van NVIDIA. Ah ja, voilà. Jullie nieuwe held. Ja. Die we toch een beetje proberen op te duwen zijn in het pandemonium. Want leren jekker, coole kerel. Dat wordt een nieuwe... Allee, ik zie die hoge toppen scheren als gorilla. Voilà, kijk. Maar ja, NVIDIA zeker nu met de centen die binnenkomen. Met al die GPU's die ze mogen leveren. Maar dus, die zijn allemaal samen naar de Senaat gegaan. En die hebben gezegd, we hebben AI-regels nodig. Volgens de verslagen van wat er gebeurd is, valt het samen te vatten als wij zitten in een heftige competitie met elkaar en wij willen een scheidsrechter. Dus wat je eigenlijk hebt, je hebt twee voetbalploegen, of ja, in dit geval 10 voetbalploegen, die in een hele heftige competitie zitten met elkaar en die gewoon zeggen, als hier nu geen scheidsrechter op het veld komt, moeten wij elkaar een been afschuppen of dat komt weer niet goed. Ja. Dus dat was de vraag van... Nu, door iemand anders werd het omschreven als... Het was een soort lagere schoolles van de tech-CEO's naar de senatoren. Ze mochten geen vragen stellen. En ze zei, iemand zei, Elizabeth Warren, denk ik, die zei van ja, het voelde alsof we in het lager schooltje zaten en we mochten zelfs ons hand niet opsteken. Dus ze voelden zich echt immens gelectured. Maar ik moet naar het wc. Zelfs dat mocht niet. Ja, maar er was een eensgezinde vraag om AI-regulering. Wat stond er nog in het verslag? Uiteindelijk was er een consensus, namelijk, we willen graag AI reguleren, maar zonder innovatie te hinderen en zonder China in de kaart te spelen. Dan dacht ik, good luck with that. Dat is een en al contradictie in één zin. Dus ze willen inderdaad, we willen regels, maar het mag ons nergens afremmen in ons concurrentiële positie ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de andere wereldmacht. En dan denk ik, ja, dat wordt een hele lastige evenwichtsoefening toch wel. Jullie, Silicon Ethische Overwegingen Valley. Oké, komt goed. Ja, voilà. Ja.
Maar goed, ja, zij willen AI-regels. Ze hebben daar zelf dan een... Ja, nee, ze hebben daar zelf allemaal een verschillend idee over. En die senatoren, die snappen heel vaak zelfs niet waarover het gaat. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat aflopen. Zuckerberg, zijn voorstel was alles open source. Ja. Zuckerberg, zijn voorstel was... Al die modellen moeten open source gemaakt worden. Dan denk ik bij mezelf, je bedoelt dat je alles geeft aan China om het te kopiëren, hè? Dus als je zegt, we mogen China niet in de kaart spelen, ja, dan is open source daar al. Ik denk dat hem bedoelt, wij zijn daar nog niet mee bezig, dus geef de gellen al jullie know-how. Dat wordt vaak gezegd, hè, dat ze exacte regels willen die hen goed uitkomen en die kleinere spelers heel slecht uitkomen. Ja. Dat wordt ook heel vaak gezegd. Wel ja, dat kan ook een vermoeden zijn. Het zijn daar alle grote techboys die daar staan. Misschien voelen die een soort van paradigma-shift aankomen naar... meer verspreid en kleiner werk en dat ze zich daar tegen willen beschermen? Ik heb geen idee. Ik denk wel het is ook maar gespeculeren van mij. Ik denk wel dat er oprechte zorgen zijn ook, maar ze komen zelfs onderling niet overeen in hoe moeten we dat nu aanpakken en waar zijn we nu juist bang voor? Waar ze wel in overeenkomen is naar een soort van toekomstbeeld wijzen van kijk daar de Terminator, kijk naar dit verschrikkelijke nucleaire, hypothetische, de wereld gaat kapot scenario en reguleer ons vooral niet terwijl we nu en masse het internet opzuigen om een product mee te maken. De Terminator die perfect 20 talen spreekt al. Ja, en toch nog altijd I'll be back. Maar ja, op zich is... Ik kom terug. Retorno. Kijk hem hier. Okay. Op zich is het Terminator-scenario komt bijna bij niemand voor als een zorg. En met Terminator bedoel ik AI die bewust kwaadwillig wordt en die bewust wil domineren en de mensheid overnemen, er is eigenlijk geen enkele technische reden waarom dat zou ontstaan. Nee, maar elk van die mensen daar op het lijstje heeft dat wel ooit in interviews gezegd. Hè? Sam Altman, ik citeer, AI kan een grotere bedreiging voor de mensheid zijn, een existentiële bedreiging voor de mensheid, dan een nucleaire bom. En nee, heeft het dan niet over Terminator en robots wel, ding. Maar dat vind ik heel belangrijk, dat hij het daar niet over heeft. Nee, hij heeft het niet over robots die ons komen uitroeien omdat zij de baas willen zijn, want die dingen willen niet. Maar wat hij het over heeft is... Die alignment problem. Je geeft AI bepaalde opdrachten en je houdt er geen rekening mee dat hij om die opdracht te vervullen hele erge dingen gaat doen die je niet voorzien hebt. Dan geeft je hem de foute outputs ook. Sorry. In de beste scenario's gaat het toch altijd over ik wil jullie beschermen tegen jezelf. Are you my mommy? Alweer een fandom. Doctor Who dit keer. Doctor Who dit keer. Maar... eigenlijk hebben we al een voorbeeld. YouTube heeft ooit zijn algoritme opgedragen. Optimaliseer jezelf zodat mensen zo lang mogelijk YouTube kijken. Lange uren YouTube kijken. En dan hebben ze ontdekt dat die mensen richting conspiracy-theorie begon te duwen. Omdat dat systeem gewoon zelf gezien had van kijk, met dit soort filmpjes betrouwen die mensen geen enkel ander medium niet meer. Dus die kijken alleen maar naar... kanalen die hen gelijk geven op YouTube. En dat is een soort typisch alignment problem. Je hebt dan een duidelijke opdracht gegeven. Zorg dat mensen lange uren YouTube kijken voor onze inkomsten, voor onze advertentieinkomsten. En daar is iets uit ontstaan wat je niet voorzien had. En dat is een hele kleine kiem van waar zij voor vrezen, wat veel en veel groter zou kunnen worden als die systemen krachtig worden. Maar wat moet er dan gereguleerd worden volgens hen? Privacy, security, op zich mensen bij, tegen zichzelf beschermen? Op zich hebben we nu bij de Europese Unie, de AI Act, een soort poging, en ik zeg wel poging, om AI-technologie op te delen in verschillende categorieën. Mm-hmm. Namelijk categorie... Hier zien we geen maatschappelijk risico in. Spamdetectie. Ja, en zelfs daar wordt er al gezegd... als het woord Nigeria in een mail staat, wordt die er sneller uitgehaald. Dus als jij als doctoraatstudent uit Nigeria je cv opstuurt... Toevallig de prins heet met uw achternaam. Ja, voilà. Heb je een grotere kans om in de spam terecht te komen. Maar bijvoorbeeld insecten identificeren met Ops Identify, zeggen zij... weinig tot geen maatschappelijk risico. En dan bij hoog maatschappelijk risico, ja, predictive policing. Facial recognition. Wie krijgt een woonlening en wie niet? Mm-hmm. Sollicitatie-AI. Ja, allemaal zware gevolgen als daar een bias in zit. En het is dus totaal niet duidelijk na deze gesloten zitting wat dat ze eigenlijk bedoelen. Ze zeggen allemaal, we hebben een scheidsrechter nodig zodanig dat we in deze steeds heftiger wordende competitie regels hebben om elkaar niet te verwonden. En voor de rest is het een beetje vaag. We hebben een centraal aanspreekpunt nodig dat we kunnen omkopen. Oké, verder in het Silicon Valley nieuws. De nieuwe Musk-biografie is uit. Geschreven door Walter Isaacson, die ook eentje van Steve Jobs geschreven heeft. Einstein, ik denk dat hij... Jennifer Doudna ook.
Is het echt, ja? Dikke aanrader. Dikke aanrader. Ja. Ik denk dat hij 2 jaar lang eigenlijk Musk heel vaak mogen volgen heeft, ook in besloten vergaderingen. Alles wat je hoort in de interviews die hij geeft, zou het echt wel een blik geven in... Hij gebruikt zelf, Walter Isaacson gebruikt zelf letterlijk de woorden Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Mm-hmm. Dat is echt van die man heeft 2 gezichten. Mm-hmm. Kan je zeggen, mocht hem volgen of moest hem volgen? Ja, Walter Isaacson kennende, neem ik aan dat hij zich niet zomaar aan een leiband laat hangen. Hè. Ik heb nog niks kunnen lezen. Niemand van ons heeft het al kunnen lezen. Hij ligt op mijn nachtkastje. Ik heb het eerste hoofdstuk gelezen. Walter Isaacson? Voilà. Okay. Het gaat over hoe hij gepest en in elkaar geslaan wordt op de speelplaats als klein jongetje. Oh, echt een feel-good nummer. Dat hem dat getraumatiseerd heeft voor het leven. Ja. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd. Dus ik hoop hem te kunnen lezen tegen volgende maand. En dan in detail dat ik onthouden heb, hij heeft nog een 3de kind met Grimes. En de naam van het kind is Technomechanicus. We gaan verder met de podcast. Technomechanicus is de naam van het kind. Ik dacht dat dat een opleiding was in 2D. Technomechanicus. Nee? Oh, ja. Waarschijnlijk Warhammer 40k van de referentie. 3de kind Technomechanicus. Zou moeilijk dan om dat Zee te noemen? Verder in het Silicon Valley News. Neuralink is het bedrijf ook van Musk, waarbij ze dus de brain-computer interface willen maken. Die zijn op zoek naar mensen om op te testen. Dus als je zegt, ik wil wel een draadje in mijn brein, dan kan je je aanmelden bij Neuralink. Maar, moet ik er wel bij zeggen, ze gaan enkel mensen selecteren en aannemen die ofwel volledig verlamd zijn, ofwel een spierziekte hebben, ALS bijvoorbeeld. Dus het is effectief wel voor mensen voor wie het een upgrade kan zijn in de huidige vorm. Mag je anderen nomineren? Of mensen die heel ver willen gaan om de eerste te zeggen. Ja, voilà. Ja. Maar tegelijkertijd met de boodschap, zeg, wij zoeken mensen voor onze technologie, kwam er ook een soort verslag van verzamelde dierenartsen die omschreven wat er gebeurd was met de apen waarop dit al getest is. Er zijn al primaten waar dit op getest is. En dat verslag zag er niet zo rooskleurig uit. Nee, er zijn verschillende apen gestorven tijdens het testen van die Neuralink devices, wat dat op zich niet abnormaal is als je test doet op dieren. Het risico bestaat. De reactie van Musk was, ze waren al ziek. Voilà, inderdaad. De reactie van Musk was heel snel. Dat was al. Ja. Letterlijk, dat was al. Het waren terminale apen. En nu zijn de verslagen naar buiten gekomen. En het bleek dat heel veel van die apen... De mensen zeggen van dat is totaal gefabriceerd. Die apen die waren... Er was geen enkele reden om te zeggen dat die apen terminaal waren. Heel veel apen kregen irritatie van de implant in hun hoofd. Begonnen met hun hoofd regelmatig tegen de kooi te... Ja, dus echt gedrag van get this thing out of my head. Hersenbloedingen. Infecties. Het wordt in het rapport ook toegeschreven aan de snelheid waarmee het product ontwikkeld moest worden. Die dingen werden vaak niet goed gemonteerd of werden op een manier gemonteerd die dat je zou associëren met hoe dat je hoe dat je computers in elkaar vijst, maar dan ergens met een aap tussen. Wegwerpdingen. Ja. Dus dat is opnieuw, het zijn allemaal rapporten, dat is niet bevestigd door Neuralink zelf uiteraard, maar het werpt toch wel een beetje een ander licht op de het waren al terminale apen. Dit is heel normaal, maar kijk de andere kant op. Vind ik moeilijk. Er is weer denk ik heel veel hype en ik weet soms niet goed wat is nu, want hoe in godsnaam zouden ze dit goedkeuren voor menselijke tests als die dierproeven zo desastreus afgelopen zijn? Ergens in een FDA, daar heb ik toch wel nog een stuk vertrouwen in. Maar misschien ook niet allemaal, hè? Daar zullen ook verschillende fases in zijn. Ik denk dat de verslagen kwamen van een bepaald dierenhospitaal waarmee ze samenwerkten om die dingen te doen. En dat die daar redelijk kritisch over waren. Of dat dan ook weer uitvergroot is door de tegenstand, dat is moeilijk te zeggen. Daarvoor zouden echte verslagen zelf moeten induiken. Ja. Oké, en dan hebben we nog SpaceX nieuws. Starship is volgens Musk klaar voor een volgende lancering, maar ze moeten nog toestemming krijgen. Omdat bij de vorige was er een paar ton beton aan het rondvliegen en dat, blijkbaar mocht dat niet. Blijkbaar. Ja, dus, frowned upon. Ja, dus ze moeten nu nog een paar dingen aanpassen, maar ze zeggen we zijn optimistisch voor toestemming eind oktober. Is dat klaar, hè? Ja. Inderdaad. Dus het zou kunnen dat... Maar goed, ik denk dat dit de derde opeenvolgende maand is dat we dit zeggen. Ja, ik was toch aan het denken, maar ik heb precies al eens 3 keer gehoord. Het zou kunnen dat het
het komende maand is. Ik ben er even niet geweest. Wat zou het doel zijn van deze lancering? Effectief baan rond de aarde. Baan rond de aarde. Ja. Orbital. Okay. Effectief orbit rond de aarde. Speciaal is, als die raket ontploft op het lanceerplatform, dan kan Musk zeggen, van dit was al een terminale raket. Deze raket was al heel ziek. Ja. Oh. Ja. Dat is dat was al. Ja, die was al heel depressief. Ja, en dan nog één klein nieuwtje uit Silicon Valley. Sam Bankman-Fried is een crypto-fraudeur. Die man had op een bepaald moment 30 miljard euro of zo allemaal met cryptomunten heen en weer te schuiven. Helemaal failliet gegaan. Fraude ontdekt. In de bak gestoken. Vrijgekomen met een borg van 250 miljoen euro. Een kwartje miljard eigenlijk. Zijn voorwaarden geschonden omdat hij getuigen probeerde om te kopen. Terug in de bak gestoken. Wat? Terug in de bak gestoken. Maar nu wil hij terug uit de gevangenis. Een van zijn argumenten is... De wifi is hier niet goed. Ah, ja, maar ja, ja. Dat is een basis mensenrecht als dat geschonden wordt. Allee, ja. Nee, ik wil het nu niet naast het doden van primaten voor proeven zitten. Nee, maar het is toch... ja. Zijn advocaat zegt, hij kan zijn verdediging niet voorbereiden met zo slechte wifi. Dus alle keren als hij een rechtszaak wil opzoeken, is dat... Ping, piepong, piepong. Zeg maar even, als alleen de wifi een probleem is, heeft hij dan een computer in de bak? Ja. Ja. Ja, als je rechtszaak mocht voorbereiden, moet je waarschijnlijk... Nee, maar normaal... bij ons zijn er toestellen voorzien in kamers die voorzien zijn waar dat jij kunt gaan. Maar een eigen... Heel grappig, er is een gevangenisnetwerk intern die een paar podcasts op dat systeem plaatst om voor intern gebruik. Dus die hebben een soort van intranet waar dat ding is. En de Nerdland podcast is één van de weinige podcasts die dan maandelijks gedownload wordt en intern op dat netwerk gezet wordt. Ik wil zeggen, de gevangenis van Beveren, ik ga het moeten opzoeken, maar er is een gevangenis die ons gemaild heeft. Mogen we dat? En ik ga ja, absoluut doen. En, ik weet nu niet hoe dat het nu zit, maar ik heb een tijdje geleden een paar maand lesgegeven in de gevangenis. En dat was zelfs een beetje... Ik moest gevangenen leren interviewtechnieken aanleren. En dat was zelfs soms wel moeilijk van met kranten en tijdschriften en zo. Omdat dat heel erg beperkt wordt. Welke info dat er binnen en buiten gaat. Ja. Oké, tot zover het Silicon Valley News. De voorbije maand zijn ook de Ig Nobelprijzen uitgereikt. Jeroen, het was helaas alweer geen live ceremonie, maar het was volledig opgenomen. Zat er weer een lange opera in? Goed nieuws over de verschrikkelijk lange opera. Het was opgedeeld in 4 stukken die niet allemaal opera waren en 2 ervan waren genietbaar. Oh zeker? Ja, absoluut. Ja, ja. Ik ben blijven luisteren. Ik heb 2 keer niet op mute geduwd. Oh, prachtig. We hebben het online gevolgd. Ik zal los door de Ig Nobelprijzen vliegen. Voor de mensen die niet weten wat de Ig Nobelprijzen zijn. Het zijn prijzen voor onderzoek dat je eerst doet lachen en dan doet nadenken. Dus allemaal gedegen, goed wetenschappelijk onderzoek, maar met een hoek af een beetje om te lachen. Yes. De eerste was die voor geologie en dat stelde de vraag, waarom likken geologen en paleontologen zoveel aan rotsen? En waarom? Waarom? Als je een rots nat maakt, kan je de mineralen die erin zitten beter zien en verschillende onderdelen van de rots hebben ook een andere smaak. Je kan bijvoorbeeld aan de korrelgrootte die je tussen je tanden voedt, kan je bepaalde voelen of dat er klei of zilt in zit. Dus het heeft wel degelijk een functie die al sinds de 18e eeuw beschreven staat in heel veel manuscripten. Nu we het toch over geologen en fossielen hebben, het boek van Melanie During is uit. During. Ja, inderdaad. Het boek van Melanie During is, ik denk, vandaag in de winkel. Ja. De laatste lente van de dinosauriërs. En in het begin van het boek beschrijft ze wat je moet doen als je zelf een fossiel wil worden. Dus zij zegt, een fossiel worden is niet gemakkelijk. Je koopt u een lidkaart van. En ik heb hier geen politieke partij gezegd. Maar we weten allemaal. Een fossiel worden is niet gemakkelijk. En ze heeft een teaser op haar Twitter-account gezet. En ze heeft maar één ding verteld. En dat is, sterf in de buurt van sedimentrijk water. Bijvoorbeeld. Maar goed, de Nobelprijs voor de literatuur gaat voor mensen die bestudeerd hebben... Ik ga alle namen niet zeggen van de mensen, je kan het online opzoeken. Voor de mensen die bestudeerd hebben wat je brein doet als je een woord heel vaak herhaalt. Ken je dat als je een woord blijft herhalen, dan aan een tijd the word goes weird on you? Ja, ja. Ze hebben ontdekt dat ongeveer na 30 keer is dat je dat woord herhaalt. En dat het eigenlijk samenhangt met het systeem van déjà vu. Dus déjà vu is het idee van, ik heb dit al eens eerder meegemaakt. Jamais vu is het idee dat je krijgt van... Wacht eens even, dit is opeens heel vreemd. Ja. Dit heb ik nog nooit ervaren. En dat kan je als je een woord paraplu 30 keer herhaalt. Bij de 30ste keer dat je paraplu zegt, kan je zeggen van wat voor een gekke constructie is dit eigenlijk. Dit voelt dan als een totaal vreemd iets. Werkt het ook met Beetlejuice?
gaan we niet doen. Ik ga eens mijn spaghetti proberen. De Ig Nobelprijs voor de Mechanical Engineering was voor necrobotics. Dat waren mensen die ontdekt hebben dat je dode spinnen kan gebruiken als een soort van mechanische grijpertjes om dingen mee besproken in de podcast. Besproken in de podcast. Voor dat onderzoek zijn ze nu gelauwerd. Spinnen intern hebben een soort van hydraulisch systeem om hun poten te bewegen. Als je een spin doodmaakt, Peter zou me doodslaan. Maar, Peter heeft geprobeerd. Peter heeft geprobeerd om een spin om te zetten in een kleine hydraulische grijper en is niet gelukt. Wel, deze mensen is het wel gelukt. De Ig Nobelprijs voor de geneeskunde gaat over mensen die eindelijk hebben uitgezocht een deel van ons lichaam waar nog veel te weinig onderzoek naar gedaan is. Hou je vast, neusharen. Uiteraard. Hoeveel in het linker en het rechter neusgat zit er een gelijk aantal neushalen in het linker en rechter neusgat? Dus er zijn 20 geneeskundestudenten die bij kadavers neusharen hebben mogen liggen tellen in het labo. Ik heb mijn lichaam geschonken aan de wetenschap. Ja. Goed nieuws. Elk neusgat heeft ongeveer evenveel neusharen. Het is gelijk bij man en vrouw. De reden dat ze dat onderzoek gedaan hebben, is omdat mensen die alopecia hebben en dus veel haar verliezen, je neusharen hebben een beetje een functie van lucht te filteren die in je neus komt. Ja, die mensen hebben dus een veel slechtere luchtkwaliteit als die langs je neus ademen. 120 tot 122 haren per neusgat, gemiddeld 0,8 tot 1 centimeter lang. Knoop het in uw oren. De Ig Nobelprijs voor communicatie was voor mensen die de neurale effecten bestudeerd hebben van mensen die expert zijn in woorden achteruit spreken, in zinnen volledig achteruit spreken. Die mensen, wat blijkt, die trainen door dat daarop te oefenen. Ik denk Bruno van den Broeken in België kan dat ook heel goed. Zin volledig achteruit uitspreken. Heel snel ook. Die mensen etaleren een soort van neuroplasticiteit. Zij trainen effectief hun brein. Hun brein verandert doordat die daarop oefenen. Super interessant. Public health, daar ga ik heel kort in zijn. Stanford Toilet, super hypermodern toilet. Daar zit een urinestrip in die dat live analyseert hoe dat uw pis is. Dat trekt een soort van foto van uw anus, dat je een soort van anusfingerprint hebt. Basically, we hebben het daar hier ook al over gehad. Zo identificeert je. Ja, absoluut. Dus identificeert je aan je anus. Hoe weet hij wie er op het toilet zit door de anusprint? Absoluut. Dus super slim toilet, eindelijk bekroond. Eindelijk de bekroning waar het voor gekregen heeft. Het is een beetje een retweet van dingen die we al vaak in de podcast vermeld hebben. De Ig Nobelprijs voor voeding ging naar de mensen die geëlektrocuteerd de eetstokjes hebben uitgevonden. We hebben het daar hier ook over gehad. Ja. Wat is het effect van de geëlektrocuteerde eetstokjes of rietjes? Die prikkelen een deel van je tong, waardoor je andere dingen smaakt en waardoor je ook bepaalde smaken kan versterken, waardoor je je eten minder zout moet maken. Veel mensen strooien heel veel zout op hun frietjes. Zout is slecht voor je hart. Als je door een geëlektrocuteerde vork of een geëlektrocuteerde wat diezelfde zoutsmaak hebt, dat is natuurlijk licht. Kleine elektrische pulsjes. Minder zout nodig. Veel beter voor je lichaam en gewoon puur met een batterij. De Ig Nobelprijs voor, ik heb er nog drie te gaan, voor onderwijs ging naar het studeren van de effecten van boredom, saaiheid, verveling. Ja. En heeft ontdekt dat verveling eigenlijk infectieus is. Als een leerkracht, klinkt heel logisch, maar is eindelijk onderzocht, als een leerkracht verveeld is, zijn de studenten verveeld. Nog meer zelfs, de anticipatie op verveling wordt... letterlijk 2 milliseconden dacht ik van, Hetty, deze vind ik nou een big... Oh, I see what she's doing. Maar zelfs de anticipatie op verveling zorgt ervoor dat iets vervelend wordt. Het is een self-fulfilling prophecy. Okay. De studenten die op voorhand verteld werden, deze les is eigenlijk van iemand die redelijk vervelend is. Over een saai onderwerp. Diezelfde les wordt exact hetzelfde gegeven als de studenten anders geïnstructeerd werden, reageerden die anders. Zeer interessant. De Ig Nobelprijs, dus de voorlaatste voor psychologie, is voor Stanley Milgram. Je zou denken van, maar godverdomme, die is al lang dood. Het Milgram-experiment, mensen... Elektrische schokken moesten, zo gezegd, kijken hoe ver ze zullen gaan. En mensen dus uiteindelijk bijna letale vormen van elektrische schokken toedienen, zo gezegd. Fictief, die zijn onderzoeksgroep, een oud experiment hebben ze verder uitgewerkt. Meneer Milgram is natuurlijk al lang dood. Hoeveel mensen dat je nodig hebt die op straat opkijken naar iets om een andere groep te overtuigen om mee op te kijken. En vanaf hoeveel omhoog kijkende mensen gaan andere mensen mee omhoog kijken. Ja, niet lineair verband. Het is uitgelegd in de dat papers. Dat hebben wij met de jeugdbeweging heel vaak onderzocht. En dan mijn favoriet, de Ig Nobelprijs voor de fysica. En hou u vast, want dit is echt prachtig. Om de invloed te meten op de manier waarop oceaanwater gemixt wordt. De invloed van parende anchovissen. De invloed van parende anchovissen op het mixen van oceaanwater. Oceaanwater wordt voornamelijk gemixt door wind, door weersomstandigheden. Maar wat blijkt, in bepaalde gebieden
is het paargedrag van de anchovis en van andere diersoorten, is dat een zeer belangrijke factor in welke delen van het oceaanwater met elkaar mixen. We hadden het de vorige keer over het flipship, die de hele waterkolom van de oceaan kon onderzoeken. Dat is een ecosysteem dat in bepaalde lagen werkt. En parende anchovissen kunnen die lagen zo verstoren dat je bepaalde effecten krijgt op de temperatuur van het water, op de groei, op de beestjes die in de verschillende lagen voorkomen. Parende anchovissen zijn een ding dat moet meegenomen worden in klimaatmodellen voor bepaalde, voor bepaalde gebieden. Ja, ja. Omdat die zoveel turbulentie veroorzaken. Die, ja, it's a frenzy. Ze hebben dat ontdekt omdat er in een bepaald gebied, waar dat ze reguliere metingen aan het doen waren, op een bepaald moment tussen denk 2:00 's nachts en 6:00 's ochtends hun meetapparatuur sloeg tilt. Aha. Ja. En wat blijkt, dat is zo'n soort van jaarlijkse paringsmoment van die beesten. Je hebt dat voor ze nog een paar diersoorten, denk ik. Dan gingen die poepen in de baai. En dat was enorm meetbaar op alle instrumenten. Maar dus op secundaire parameters die niet meteen te maken hadden met het poepgedrag. Ja. Ik vind het heel leuk dat er nu zo ergens in een of andere vergelijking zo R-anchovis staat. Voor de duidelijkheid, niet op globale temperatuurmodellen. Ja, nee. Voilà. Het poepende anchovissen in Indonesië gaan onze temperaturen niet beoordelen, maar heel lokaal kan het wel degelijk een meetbaar effect hebben op de temperatuur. Ik zie zo de Indonesische Frank de Bozere. Morgen verwachten wij warme temperaturen, want het is weer feest bij de anchovissen daar aan de kust. All right. Dan hebben we nog wat kort nieuws staan. Onder andere dit. Er zijn in 2024 presidentsverkiezingen in Mexico. Oké. Okay. Daar ook. De twee topfavorieten zijn een computeringenieur en een dokter in de fysica. All right. Nee. Zeer zeker. De dokter in de fysica is Claudia Sheinbaum. Zij is gedoctoreerd in de fysica, maar zij heeft een specialisatie in energietechnologie en klimaattransitie. Mooi. Dus dat zou een zeer nuttige president zijn, denk ik. In dit tijdsgevricht. Zij komt van de progressieve kant. En aan de conservatieve kant is waarschijnlijk de topfavoriet Xochitl Galvez. Zij is computeringenieur en technologieondernemer. Ze heeft al computerondernemingen opgestart. Ze doet ook sociale projecten binnen die technologieondernemingen. En zij stamt af van de Otomi, een oorspronkelijk volk van Mexico. Dus ja... Dus zo, soms heb je zoiets van presidentsverkiezingen kiezen tussen pest en de cholera, maar soms is het ook gewoon echt kiezen... Allee, je kunt niet miskiezen of zo. Ja, inderdaad. Nu, ik moet zeggen, ik ga nu af op... hun diploma's, die mij hoopvol stemmen van ze weten hoe de wereld in elkaar zit. Maar laat ons eerlijk zijn, van Trump kostte zo ver gaan zoeken als dat je wilde. Je kon daar niet gevonden. Het is duidelijk dat Xochitl de beste kandidaat is. Hè? Ja, en wel. Dus... Op de informatie die ik nu heb, denk ik van wauw, dat is toch een schone keuze. Ik zou mij moeten verdiepen in hun beleid en hun geschiedenis. Dat er één van de twee een nazi zijn. Dit klinkt echt alsof dit klinkt. Ik vind het wel heel leuk dat zo de fysicus versus ingenieur veten tot op dat niveau veroverd wordt. Presidentieel niveau. Het wordt dus zeker een vrouwelijke wetenschapper. Ja. Wel, maar dus... of ze vinden toch een manier om. Surprise, surprise. Grijze oude man. The old switcheroo. Hallo, it's me again. Dit zijn de twee topfavorieten. Waarmee ik wil zeggen... Dus, niet de enige twee kandidaten. Nee, je hebt twee grote politieke blokken die zich verenigd hebben, blijkbaar. En dat is dan de... Als ik mij niet vergis, en als ik mij vergis, mogen de mensen e-mail sturen. Maar het progressieve blok die de huidige president leveren. En dan het conservatieve blok die in de oppositie zit. Die hebben zich verenigd, maar er zijn ook nog andere kandidaten. Ook 2024, ik neem aan, in een politiek systeem. Ja, in Mexico is het ook wel redelijk turbulent, denk ik. Met de drugscriminaliteit die ze daar hebben. Dus er kan nog veel veranderen. Maar het ziet er op dit moment echt naar uit dat de volgende president van Mexico een vrouwelijke wetenschapper wordt. Ja, Angela inderdaad. Merkel heeft een doctoraat in de chemie. Hè? Ah ja, voilà. Dirupo in... Nee, dat is gewoon licentiaat chemie, denk ik. Of ook dokter, ik weet het niet. Was ook een chemicus alleszins. Ik weet niet of hij gedoctoreerd heeft. Good. Wat hebben we nog staan? Ah ja, Els. In Harvard heb je een laboratorium. Ja. Waar natuurlijk ook lichamen liggen die geschonken zijn aan de wetenschap. Ja. Om onderzoek aan te doen. Om neusharen in te tellen, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Dat soort dingen, ja. Iemand van dat labo
verkocht al eens een lichaamsdeel. Wat? Het was een groepje. Ik was niet alleen, meester. Ze hebben een club opgericht. En ze waren erbij. Hè. Het is al een tijdje geleden dat het is bovengekomen. Dus in het mortuarium van Harvard. Waar dus inderdaad lichamen terechtkomen die geschonken worden aan de wetenschap. Die worden gebruikt om dissecties op uit te voeren en zo. En die worden achteraf gecremeerd. Maar voordat die gecremeerd werden, durfde er al een keer een stukje achterover drukken. Maar wat? Dus kun je niet wegsmijten. En wie koopt dat? Naar waar ging dat dan? Bijvoorbeeld, wat werd er zo... Ik zal eerst een lijstje van... Wat werd er zo al... De menulijst. De folder. Volledige hoofden. Okay. Hersenen. Gezichten. Ah, ja. Huid. Harten. Enfin ja, beenderen. Huh? Wilde zeggen dat daar... letterlijk een hart in die front liep. Ik ben aan het chicken op gegift zijn hand. Ze nemen een arm. Dat is een actie die nu loopt. Je vraagt een hand, ik krijg daar een arm bij. Het was zelfs zo erg dat ze soms potentiële kopers meenamen naar het mortuarium om te komen shoppen van wat moet hebben. Ja, maar wie zijn die? Wie koopt dat? Verzamelaars. Ze zijn daar dus inderdaad uiteraard achteraan gegaan. Dat was ook allemaal niet zo heel goed geregeld. Want bijvoorbeeld op PayPal-afschriften vonden ze beschrijvingen terug als brains. Oké. Okay. Of head number 7. Dat waren nog de cool dudes ook. En bijvoorbeeld eentje waar dat dan verkocht werd, die dat dan nog doorverkocht, was een winkel die heette Cats Creepy Creations. Ah ja. Dus daar is een markt voor, jongens. Daar is een markt voor. Ja. Ze hebben dat ontdekt via een undercover-onderzoek. Er is één flik dat zich heel bleek geschminkt heeft. Die heeft daar een maand stilgelegen op mijn eigen plateau. Met zo'n dictafoon. Dag 94. Nee, maar... Het is echt ook een prachtige aflevering van de buurtpolitie. Dit. Al die peelman. Wat is dat hier allemaal? Foeizen, hè. Maar het ding is, dus, ja, in de Amerikaanse pers is dat natuurlijk al even bezig, want dat is al even uitgekomen. Maar nu heeft er dus een nieuwe mens in de rechtbank schuldig gepleit dat hem ook meedeed. En die ziet er zo uit. Wij kijken nu naar een man. Ik ga hem even beschrijven. Two-face eigenlijk. Dus die heeft een... Allee, ik ben niet vies van een tattoo. Ik ga daar eerlijk in zijn. Maar die heeft half zijn gezicht getatoeëerd. Inclusief de binnenkant van zijn oog. Dus zijn oogbol is zwart gemaakt. Die heeft een afgeschoren haar. En daar metalen pinnetjes in die eruit steken. Mag ik nog eens kijken, Els? Metalen pinnen die uit zijn hoofd steken. En de helft van zijn hoofd is getatoeëerd als reptielenschubben. Het ding is, als je nu denkt aan iemand die zou dode mensen verkopen, dan heb je toch zo dit beeld voor je. Gemakkelijke robotfoto. Die pakken ze dus in Harvard aan om te werken in het mortuarium. Ja. Was dat geen koper of was dat een verkoper? Dat is een verkoper. Want ik dacht dat hij zichzelf blood artist noemt. Ja. En dus dat hij eigenlijk kunstwerken maakt met lichaamsdelen. Inderdaad, iemand op Twitter postte deze foto en zei: "Does this look like a man who would buy a human brain?" De onderschrift daar was verkeerd. Dat was inderdaad, hij verkocht dat. Ah, want okay. Er zijn bij hem thuis zijn gewoon emmers vol menselijke onderdelen gevonden. Onhygiënisch. Het zotte is, ze hadden die getipt, dus ze hadden daar een ding van binnen gekregen. Ze zijn daar binnengevallen en ze hadden daar meer dan 40 menselijke skeletten en schedels gevonden. Fucking hell. En ze hadden dat gecheckt en hij had gezegd, nee, die zijn legaal. En zo, oh ja, checks out. Dus dat kan ook gewoon dat je dat legaal in je huis hebt. Ja, ik denk dat doktersopleidingen en zo, dat die gewoon echte skeletten hadden, hoor je vroeger. Het zotte is, dat is zelfs niet de eerste keer dat dat gebeurd is. Hè? Weer al. Maar true crime fans, die gaan dat misschien nog weten. Sunset Mesa, dat was een begrafenisondernemer in Amerika. Die tussen 2010 en 2018 hebben die ook heel veel... Ja, dat was een begrafenisondernemer. En ja, die klein, nam, klein beetje verlies uit altijd. Ja. Staaltjes van het werk mee naar huis. Maar die verkochten dat dus aan van die opleidingen. Dus die verkochten delen van lichamen aan...
Okay. Bijvoorbeeld, wie weet, Harvard. Dus je had je lichaam per ongeluk aan de wetenschap geschonken? Ja. Nee, je lichaam was voor de wetenschap gestolen. Dat was dan ja, een beetje... Ja, en verkocht. Okay, ja, voilà, oké. Okay. Voilà, kijk, prachtige verhaal van Harvard. Half getatoeëerde reptielenschubben gezicht verkoopt lichaamsdelen aan wie ze wil. De rechtszaak loopt waarschijnlijk nog, maar het is verwacht dat dat stukken van mensen gaat kosten. Wauw. Oh, ah, wacht hoor, ik, wow. ik moet even verwerken, Jeroen. Ik moet even... Ja, maar ze hebben stukken van mensen. Oké, okay, wat hebben we nog staan? We hebben het al een paar keer aangekondigd. De RoboCup, het wereldkampioenschap robotvoetbal en huishoudrobots en reddingsrobots, is in Eindhoven in 2024. Dat is in juli 2024. Daar is ook een juniorcompetitie bij. Dus er zijn ook middelbare scholen die kunnen deelnemen aan de RoboCup. En die voorrondes in Nederland die worden gestreden op 20 april. Dus Nederlandse stemklassen in de middelbare school die kunnen inschrijven voor de RoboCup Junior. Dat kan op de website RoboCupJunior.nl. Op 20 april is de Nederlandse finale. Daar kan je ofwel reddingsrobotjes bouwen. Dat zijn dan zo kleine robotwagentjes. Je kan dat ook met zo'n Lego Mindstorm bouwen of zo. En die moeten typisch een lijn volgen, een parcours volgen. En dan een aluminium blikje oprapen en ergens dumpen. Dat is dan zogezegd afval dat eigenlijk gedumpt wordt. Je kan ook een voetbalrobotje bouwen. Dat is natuurlijk een veel kleinere competitie dan die grote voetbalrobots. Maar iets wat goed te doen is voor een middelbare school. En er is ook een podiumcompetitie. En dat zijn dus, dan kan je met verschillende mensen en verschillende gerobotiseerde systemen op een podium gaan en een kort verhaaltje of een voorstelling of zelfs een dansact spelen. Ik heb er zo een paar gezien in Bordeaux op de RoboCup. Dat is fantastisch. Dat was eentje en die had een volledige scène uit Encanto nagespeeld. Met dan twee menselijke spelers en dan twee robotjes en dan bomen die aan het bewegen waren met servomotoren en zo. Wow. Dat was echt heerlijk. Maar als je dus meedoet aan die RoboCup Junior in Nederland en je eindigt daar hoog, dan kan je ook naar de echte RoboCup gaan en dan kan je tegen teams in de rest van de wereld spelen. Zijn er Vlaamse voorrondes ook? Wel, de Belgische RoboCup, die hadden beslist van een sabbatjaar te nemen, een pauzejaar. En dat valt nu toch wel toevallig vlak voor die RoboCup in Nederland. Dus die hebben zich al voor het hoofd geslagen van damn, dit was de slechtste timing ooit. Er wordt nu gekeken, er zijn twee mogelijke scenario's die onderzocht worden. Ofwel kunnen de topteams van vorig jaar van de Vlaamse competitie naar Eindhoven gaan. En er is ook nog een mogelijkheid, maar dat wordt nog onderzocht, of de Vlaamse teams mogen meedoen met de Nederlandse voorronde. Ze zijn nog aan het kijken of dat het allemaal klopt volgens de regels van RoboCup. Ik zal volgende maand hopelijk een update hebben. Maar dus misschien kunnen Vlaamse stemscholen zich ook inschrijven voor die finale 20 april in Nederland. Sowieso, als je nu denkt, dit is echt iets voor mijn school of voor mijn stemopleiding. Ja, het is dit jaar in Eindhoven. Volgend jaar is het ergens anders. Maar het is wel iets heel tof om aan te werken. Het is een internationale community waar dat scholieren over de hele wereld mee bezig zijn. Waar dat je internetfora van hebt en zo. En het is zo echt een uitdaging om naartoe te werken als stemproject. Voilà, robocupjunior.nl. Daar vind je alle informatie als je zou willen meedoen. Dan zijn we helemaal rond met onze wetenschapsnieuwsjes. Wat gaan wij dan nog doen? Even kijken wat wij allemaal gaan doen de komende maanden. Hetty, jij vertrekt op tour met Missie 2023, een wetenschappelijke jaaroverzicht op het podium. Ja, klopt. 10 november, grote première in Intigent. Ik ben nu volop aan het try-outen. Dat is een periode van veel proberen en veel foefelen. Maar ja, ik nee, hoop... Nee, weinig foefelen. Ja, weinig foefelen. Ja, ik heb niet veel tijd. Zeer veel theater, weinig foefelen. Ja. Creatieve neurose is slecht voor het libido. Maar dus, wat kunnen de mensen verwachten? Je komt naar het theater en jij staat op het podium en je geeft eigenlijk een toegankelijk, entertainend jaaroverzicht van wat er in de wetenschap en technologie gebeurt. Een one-woman show. Ik wil het heel helder maken. Dat is echt mijn doel. Dat bij, zelfs bij mensen die niet van wetenschap houden of hielden, dat die zeggen, amai, dat vond ik echt tof. Dat er een vlugge humor in zit. Dat er, gelukkig zet ze haar dingen niet te hoog. Ja, dat is En voor de duidelijkheid, het zijn niet alleen dingen die in de podcast gekomen zijn. Nee, het is verder buiten. Ja. Het is, dus zeker ook de podcastluisteraars die gaan daar niet zitten van oud nieuws, absoluut, weten we al. Absoluut. Alle info over uw speellocaties, data en de tickets op hettyhelsmoortel.be. Yes!
Ikzelf vertrek ook op AI-tour eind deze maand. Eind oktober ben ik terug vertrokken met de voorstelling over artificiële intelligentie. En ook het boek komt uit. Dat zal eind oktober zijn, gaat het boek van de voorstellingen. Dus wat ik vertel in de voorstelling heb ik eigenlijk uitgebreid beschreven met nog vele extra uitweidingen in een boek. Ben ik nu ook aan bezig. Leuk. Dus team creatieve stress, Teddy, ben ik nu ook aan het afwerken. En dat komt dan in de winkel eind van deze maand. Wij hebben onze show Nerdland voor kleine nerds op 27 december in de Lotto Arena. We hadden een show om 13:30. Die is bijna volledig uitverkocht. Jawel. Er zijn nog maar een paar tickets voor. En daarom openen wij een nieuwe show. Ja, we gaan het weer doen. Om 17 uur, ook 27 december om 17 uur, een tweede voorstelling... Nerdland voor kleine nerds in de Lotto Arena. Ja, de show die wij zelf hadden willen zien als tiener over wetenschap. Absoluut. Met spektakel, uitleg, diepgang. Demo's. Ja. Weetjes. Yes. Dingen om verder te vertellen zijn als je ze gehoord hebt. Al met partnersproefjes aan het proberen. Ja. En laat ik zeggen, dat ze een keer alles mogen proberen wat ze al heel lang wilden proberen. Wetenschappelijke partners, veronderstelling. Ja. Okay, en wetenschappelijke proefjes ook. Oh, okay. En Frank de Bozere komt. Oh, prachtig. En Gloria Montserré komt. Cool. Ja, dus het die helsmortel gaat niet veel... gaat vooral beeld zijn, niet veel klappen. Dat is niet waar. Onkel Frank en nichtje Gloria eigenlijk, ja. Super. De scheurkalender 2024 is klaar. De Nerdland scheurkalender. Bart heeft net een exemplaar gekregen van ons. Dank u wel. Die gaat dan nu uit het plasticje halen, denk ik. Ook een magisch moment. Ah, ja, dat is nog veel te vroeg. Ah, ja, dat mag pas op oudejaarsavond. Een rap party. Nerdland scheurkalender, hetzelfde concept als de vorige jaren. Elke dag scheur je een blaadje af en staat er een weetje op de achterkant, wetenschappelijk weetje. Of een jasmop, dat kan ook of een altijd puzzel. Of een puzzel. Of een tip. We krijgen heel vaak de vraag, oh, hebben jullie tips voor goede films of goede games? En die hebben we ook elke week verzameld, dus voilà. En mijn verjaardag staat er ook elke in. Elke dag staat ook dus ons opgang en dus ons ondergang. Ja. Handig. En spoilers! De datum. Ja, de datum ook. Ja. All right. Ja, die waren we vorig jaar vergeten. Dat was niet zo... Dat was raar. Ik heb nog een extra aankondiging over mijn AI-show. Namelijk... Ik ga hem eens in het Engels spelen. Oh, in België. Maar ja, je kunt met die Hagen. Met ja, voilà. Nee. Ik ga hem live in het Engels spelen. En dat zal zijn op 7 november 2023. Okay. In NTG Gent. Dus hier in Gent. In de mooie zaal van het NTG. Op 7 november speel ik dus de AI-show in het Engels. Die wordt volledig gefilmd. Want de bedoeling is om hem ook online te kunnen zetten. Dat anderstaligen die nog geen HeyGen-account hebben, hem ook kunnen zien. Voilà, dus iedereen die wil komen kijken, of als je denkt van... Oh, ik heb vrienden die geen Nederlands spreken, maar... Doctoraatstudenten. Voilà, inderdaad. Vrienden die geen Nederlands spreken, maar die dan wel een heel boeiende show zouden kunnen zien. Op livinscheire.com. .com? Ja, livinscheire.com. Ja, zeker. Mag ik een keer, ja. Livinscheire.com, daar vind je alle info en de tickets om op 7 november 2023 in Gent... Omdat naar in het Engels is natuurlijk. Ah, ja. Natuurlijk. Oh, ja. Naar de Engelstalige versie. Zijn, ja. De Engelstalige versie van de AI-show te komen kijken. Zeer welkom daar. Jeroen, wat ga jij allemaal doen qua lezingen? Of wat heb je nog in de aanbieding? Ik zit nog steeds gewoon op jeroen-baard.be. Maar vooral streepje, want... burgemeester van Boom. Jada. Ik geef nog altijd lezingen over AI. Dat is een lezing die eigenlijk complementair is aan Lieve zijn lezing. Het is een kritische lezing over wat er momenteel kan. En vooral ook wat er niet kan met AI. Waarin we lachen, huilen met alle dingen die ervoor komen in AI momenteel. Ook een beetje kritisch over de invloed die het heeft over onze maatschappij en zo. Naar bedrijven toe verkoop ik die wat je met AI nu in je bedrijf kan doen. Ik pas altijd een beetje aan naar de plek waar ik ga spreken. Ik ben die al, denk ik, deze maand 20-tal keer gaan geven. Dat is 20 keer totaal anders geweest en totaal tof qua locatie, qua grootte van het publiek. Het is heel avontuurlijk waar ik ermee terechtkom. Dus ja, ik vind het nog altijd heel fijn om te doen als je denkt dat je bedrijf... Want het is momenteel wel echt gericht op bedrijven, events, scholen. Het is niet publiek. Ik zal hem uiteraard op het Nerdland Festival de culminatie van hem zoveel keer te geven. Jij krijgt de volledige nerd editie op het festival. Maar voorlopig doe ik hem nog in besloten kring. En daar kan je mij voor contacteren op jeroen-baard.be. En heb je nog een metaverse-leding? Of is de metaverse dood? Ik heb nog een metaverse-lezing die ik zelfs morgen ga geven in het Vlaams parlement. Echt waar? Ja, dus die zijn helemaal mee. Er is een commissie over metaverses. Ja. Die is al een paar keer uitgesteld, maar ik kan daar eens langs gaan. Die lezing heb ik een beetje omgetoeld naar...
wat was dat nu, metaverses? Wat kunnen we eruit leren? En welke technologieën gaan we daar nog wel uit puren en verder zien? Ik zeg een beetje, de metaverse is dood, maar we gaan het gewoon openbreken voor stukjes. Want AR en VR gaan we nog wel gebruiken. Digital twinning, digitale identiteiten. Daar is een hele hoop van te leren van die hype. Daar is ook een hele hoop mee te lachen. Dat is een beetje het punt van al mijn lezingen. Lachen en leren. Lachen en leren. Ik hou ervan om kwaad naar slides te wijzen en te zeggen van, wat was dat? Dat was belachelijk. Eigenlijk, je bent een beetje de Xander de Rijken houdt het voor bekeken van de metaverse. Ik wil me niet op dezelfde hoogte als Xander de Rijken zetten, maar als ik ooit maar een tiende van die man zijn oprechte kwaadheid en verontwaardigdheid kan channelen over wetenschap, dan zal ik een zeer blij Jeroentje zijn. Dus ik heb gehoord, Jeroen, dat ze in Harvard stukken van het dode metaverse verkopen op de zwarte markt. Heb ik gehoord. En je kan ze zien als je me boekt. Jeroen-Bart.be. All right. En dan hebben we straks Jeroen-Bart.com voilà. En dan hebben we ook nog een echte sponsor en dat is Agfa Zirfon. Jeroen. Ja, Agfa is een bedrijf. Zirfon is een van hun projecten. Als ik zeg Agfa, dan gaan er... Ja, Gevaert. De Gevaert is eraf. Dat weten ze zelf. De meeste mensen reageren... Agfa, waar denken jullie aan? Filmrolletjes. Filmrolletjes. Ja. Kodak. Gezien de filmrolletjes-industrie is dat een beetje een doodlopend spoor. Dat komt allemaal terug, Jeroen. Ik kom dan nog. Zij weten dat. Jonge mensen reageerden eerder van Agfa, wat is dat? Maar zij maken dus nog altijd met chemische processen en hele belangrijke dingen. Waaronder Zirfon is een van hun producten nu. En dat situeert zich in iets waar we het hier in de podcast ook al regelmatig over gehad hebben. Ja, waterstof gaat in onze toekomstige energieformules gaat alleen maar belangrijker worden. En hoe produceer je groene waterstof? Met elektrolyse. Met elektrolyse, inderdaad. Ja. En wat doe je bij elektrolyse, Bart? Je scheidt twee dingen. Je scheidt het waterstof van het zuurstof. Dus je zet elektriek op water en er komt waterstof en zuurstof uit. Je zet namelijk groene elektriek op water. Want je kunt ook waterstof uit steenkool halen en dat is dan niet zo groen. Dat is niet zo groen. Je zegt inderdaad, Bart, die moeten gescheiden worden. Zuurstof en waterstof. Zirfon is een van de beste films, volgens het Fraunhofer Instituut, zelfs de beste film om waterstof en zuurstof te scheiden. Met film bedoelen we membraan. Membraan. En wie maakt die Zirfon film? Agfa zeker. Hey. Dus dat bedrijf is met een hele hoop nieuwe dingen bezig. Ik denk veel verder dan de filmrolletjes. Ja. Doen dat ook allemaal in België. Dus open-top Belgisch bedrijf. Het filmrolletje was echt maar één product van Agfa. Ja. En zij hebben zich compleet kunnen diversifieren buiten. En dat zit nog altijd in ons stomme hoofd. Dat zijn alleen maar filmrolletjes. Geen filmrolletjes meer. Dat is gedaan. Hè? Ik had een videocall met de sponsor en mijn charmante, ontwapenende zelf. Als ik altijd probeer te zijn, zei ik van... Zeg, hij maakte gewoon nog filmrolletjes. En zij leunde daar heerlijk volledig mee in van... Ja, dat horen we vaker. Wel nee. maar het is wel omdat zij min of meer heer en meester waren in die technologie... Natuurlijk. Dat ze nu deze kunnen ontwikkelen. Er is overlap tussen die technologie... Ze zitten er ook in een hele hoop Europese projecten mee. En ze doen dat voornamelijk in Mortsel, waar dat ze een hele nieuwe plant gaan openen. En zij zoeken, net zoals heel veel techbedrijven die ons sponsoren, zoeken zij collega's, ingenieurs. Vragen, als je bezig bent in technologie, in wetenschap, dat is een groot stuk chemie ook, neem ik aan. Absoluut, zeker een groot stuk chemie ook. Wat zoeken ze allemaal? Van alles. Technische profielen, R&D, productiemedewerkers. Ze hebben een hele hoop, want ze gaan die fabriek, die gaat sterk uitbreiden, ze hebben een hele hoop functies die moeten ingevuld worden. En het is heel duidelijk dat zij ook een bedrijf zijn, en dat vond ik ook wel interessant om te horen, die zich eigenlijk volledig in die groene energietransitie gepositioneerd hebben. Ja. Die membranen, verschillende andere technologieën waar zij aan werken, gaan in ons toekomstige energievraagstuk alleen maar interessanter worden. Dus het is ergens ook wel heel mooi dat er een Belgisch bedrijf is dat zich volledig op die groene energietransitie... Je kunt daar het verschil maken. Je kunt er echt wel het verschil maken. Het is een beetje een cliché, maar ik geloof het ook wel echt. En zij werken mee aan een CO2-neutrale wereld en dat lijkt me een leuke plek om te werken. En ook iets dat goed aansluit bij dingen waar wij het hier regelmatig in de podcast over hebben. Waar vinden we alle info? Als ik nu zeg van, ik heb wel technische interesse, ik wil eens gaan kijken of dit iets voor mij is. Zij hebben een speciale landingpage voor alle mensen die geïnteresseerd zijn van de podcast. Ze hebben daar veel werk in gestoken, dus dat is zeer fijn. En de URL voor die pagina is agfa.com/corporate/Nerdland. Dus het is agfa.com/corporate/Nerdland. Daar zit nog corporate tussen ergens, omdat het een bedrijf is. En omdat een kortere URL configureren waarschijnlijk... Ja, die mensen zijn bezig met chemie, niet met websites maken. Hebben ze ook een public/Nerdland? Of een entertainment/Nerdland? Je kan het allemaal proberen. En als je een fout vindt in hun website, kan je hen vast ook wel contacteren. Dat was direct eigenlijk een sollicitatiegesprek dan. Ik bouw websites.
Voilà, kijk, daar kan je gaan kijken. Als je eventjes wilt checken of daar iets tussen zit voor u. Uitbreiding van een, ja, uitbreiding van een bedrijf, dat horen we wel vaak hier. Hè, van, ja. We willen groter worden, we hebben volk nodig. We hebben technisch volk nodig die dat samen met ons in kan uitbouwen. In Mortsel, onze nieuwe productielijn die tegen 2025 operationeel moet zijn. En daar hebben ze veel medewerkers voor nodig, zoals je daar wel kunt voorstellen. Ziezo, agfa.com/corporate/nerdland. Allen daarheen. Alle links in de show notes uiteraard ook, als je die URL niet kunt onthouden. Dat is nogal logisch. En de show notes die vind je op wat voor een pagina is dit hier? .nerdland. Nee, op maandoverzicht.nerdland.be. Maandoverzicht.corporate.nerdland.be. All right, en daarmee zijn we aan het einde van deze podcast. Ik bedank natuurlijk Hetty Helsmoor. Met veel plezier. Bart van Peer. Dag. Els Arts. Er zijn wel krekels bij emojis. Geen tumbleweeds, maar wel krekels. Ja, ik weet het. Ja. Goed om te weten. Jeroen Baert. De nada. En ik dank natuurlijk jullie allemaal om te luisteren tot hier. Graag tot de volgende keer. Dag. Arrivederci. Ciao tutti.